maar wat was het met dat broek, weet niet eens meer. Met het slimme onbewuste? Ja. Nou, dan is het echt lang geleden, maar dat is ook wel zo, ja. Ja. Dat is, Dit is 2007? Ja. Ja, ja en ik, maar, uh, ik, ik weet nu al dat ik het toch, uh, want ik merk dat jij heel vaak uh, toch als de geluksmeneer wordt weggezet. Wat ik ook een dankbaar onderwerp vind hoor. Ja. Maar ik moet zeggen, het slimme onbewuste vind ik eigenlijk, dat, dat, daar wil ik het veel meer over hebben. Nou, ik denk dat het inspiratieboek is ook weer meer een, een opvolger daarvan okay. Ja, dat geluksprofessor, dat heb ik niet. Dat zie nee, nee, je nee, niet nee. zelf. Nee, nou, ik, ik hoorde je nog ergens zeggen. zelf. Dat ergens van, ah. vond ik heel mooi dat jij ergens wel zei: ja nee, maar de echte geluksprofessor is Ruud Veenhoven. Ja, ja dat, dat komt er nog bij. Dat als ze mij zo noemen, dan heb ik altijd een beetje schaamrood. Want ja, hij, ja. Doet, hij doet al 45 jaar onderzoek naar. Ja, maar goed, jij. Ik begin in, de, in de, 2010, ik schrijf gewoon een leuk boek. Maar, ja. Ja. maar er kunnen meerdere geluksprofessoren zijn, toch? Ja, en ik heb het verder ook. Hij heeft het boek ook gelezen. Van de, hij, hij kan weer niet zo'n populair wetenschappelijk boek schrijven. Nee. Iedereen heeft ook weer zijn specialisme ja. natuurlijk. Maar. maar laat ik uh, gelijk even de boeken met elkaar koppelen. Ja. En dat is echt een vraag die ik met name naast, uh, namens mezelf stel. En ook namens vele luisteraars die blijkbaar bezig zijn met zelfontwikkeling en dat soort dingen. Heeft uh, alle informatie, alle dingen die jij gelezen hebt, uh, heeft het je gelukkiger gemaakt? Daar ga ik wel van uit. Ik denk, uh, <laughs> ik denk, dat, ik denk dat, he, dat er heel veel dingen bij zijn die ik heb gelezen, die, die leiden tot of die hebben geleid tot hele concrete lessen. Hè? Ja. Je, je kunt vaak gewoon dingen meteen in de praktijk brengen. Dat geldt wel vooral, denk ik, voor de dingen in op naar geluk, meer dan voor het slimme onbewuste. Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is, want het is natuurlijk het mooiste op het moment dat je eigenlijk je. Onbewuste dat uh, onbewustzijn, dat je dat voedt ja. met informatie, uh, eigenlijk niet meer van bewust bent, maar in het wel degelijk uh, ja, in je systeem zit. Zeg maar, ja, um, ik denk dat het dat heeft me op meerdere manieren beïnvloed. Eerste, de eerste vond, dat ik dat ik denk ik ontdekte, was dat het zo uh, heerlijk is om te beseffen dat. Dat onbewuste zo belangrijk is omdat je je wat minder druk gaat maken. Omdat, denk, je, omdat je toch denkt van ja, ik kan niet alles controleren. Nee. Weet je, het, het leven is wat je overkomt. Dat is ook niet helemaal waar, maar het maar ja, geeft ja. een soort relativeringsvermogen. Ja. maar tegelijkertijd kan je, bedoel je kan het onbewustzijn wel, tenminste dat is een vraag eigenlijk. Kan je wel sturen of kan je wel voeden, laat ja. ik het, het zo zeggen. Ja. Uh, ja, dat, dat zal vooral in een nieuw boek ook naar voren komen. Ja, je, moet, je kunt het volstoppen met kennis, met, met ideeën. Met, en, en dan gaat het voor je aan het werk. En het, uh, het kan helpen om belangrijke beslissingen te nemen. Het helpt bij, bij creativiteit. Het is een soort vergaarbak waar je van alles in kunt gooien. En, en ja, je zou kunnen zeggen, wachten tot er weer wat nuttigs uitkomt. En dat, dat gebeurt eigenlijk heel erg vaak. Als je, zeker als je dat graag wil. Ja, nee, maar soms kan je zo'n soort... Minst, dat heb ik ook wel even gehad, dat ik bijna... Nou, ik werd er niet heel depressief van. Maar wel dat je dacht, ja, het de, de, de bekende verhaal van de ijsgod, ja. uh, Het stukje boven is het bewustzijn en het st grote stuk daaronder. Oh ja, dat is nou te weinig ook de voorkant van je boek. Ja, uh, ja dat is dus een hele nuttige dus een, metafoor. Ja. Ja. Maar dan ben je, je kan ook denken, ja, dat is nou eenmaal zo. Daar kan ik toch niks aan doen. Want dat is nou eenmaal het onbewustzijn. Maar dat, dat is dus niet helemaal waar. Nee, je kunt het wel degelijk tot op zekere hoogte beïnvloeden. En. Ik zou zelf zeggen, voor zover dingen niet helemaal te beïnvloeden zijn, zie je het niet als iets negatiefs, zie je het als iets prettigs. Ja, hè? Het is, uh, je hoeft er niks aan voor te doen. Je, je, hoeft je, je hoeft je niet overal druk om te maken. Nee. Nee. Laten we even nog de facts doen, want dat is de, vond ik heel leuk, omdat het allemaal nou ja, echt wel heel wetenschappelijk wordt neergezet. Dat wij met het bewustzijn hè, ons denken, daar waar we de hele dag druk mee zijn... Uh, wat is het, 60 bits uh, kunnen we Ja, werken? 60 tot 80 bits hebben ze uitgerekend. Ja. Ja. En uh, het onderbewustzijn kan dat 200.000 keer meer, dus 11,2 miljoen. Ja, nou, dat, dat is een beetje gissen hoor, want je moet, je moet dan bijvoorbeeld een, een televisiescherm opdelen in pixels. Maar het is in ieder geval oneindig veel meer. En ja, dat betekent dus als je, als je gewoon iets heel simpels doet, zoals een wandeling door de stad maken. Uh, zeker als het iets is met veel nieuwe prikkels, voor mij Haarlem, want dat kom ja. ik niet zo vaak. Ja, dan neem je oneindig veel meer waar dan dat je denkt dat je waarneemt. En daar, ga, daar, daar doe je dingen mee. Als ja. je op dat moment ook weer bezig bent met, met iets creatiefs, met een boek of zo, dan komt dat op een gegeven moment wel weer, komen daar weer bruikbare dingen naar boven. Ik wil even een paar, dan hebben we helemaal het bewustzijn goed geframed. Uh, bewustzijn is het eindproduct. Uh, jij vergelijkt het ook, vind ik heel mooi, want ik ken dat voor mijn werk heel erg met uh, uh, dat het bewustzijn de persvoorlichter is. Dus ja. die, die, die lult maar een beetje recht wat, wat er al lang gebeurd Wat er al is. gebeurd ja, is zeker. en wat, 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 wat de echte bazen zeg maar, gedaan hebben. En tegelijkertijd uh, omschrijf je het onbewust ook als de butler die slimmer is dan de baas. Die, ja. die eigenlijk ja. alles doet. Ja. Uh, en, en, de, de baas... en de baas ook nog vaak de illusie geeft dat die baas ja, wel degelijk dingen doet, dat want is anders het. wordt die baas natuurlijk een beetje, dan wordt die, wordt die grumpy. Ja. ja. Ja, dat klopt. Nou ja, dat, daar kwam ook een beetje mijn vraag uh, naar voren, omdat je gewoon dan ook bijna, ja, nou ja, je kan er ook maar beter gewoon in rusten en ervan genieten dat je niet zoveel kan doen. Ja. Maar het is, nou ja, in, in, in de zoektocht, want je wilt toch wel, uh, nou ja, je onderbewustzijn, tenminste ik heb wel die behoefte om daarin toch meer bewustzijn van te maken. Ja. Maar de, de, het mooiste. De vergelijking vond ik vrij in het begin van het boek. Wie naar onbewust zoekt met het bewustzijn, zoekt naar een donkere plek met de zaklamp. Ja. Kortom, het, vergeet het maar. Vergeet het maar. <laughs> het kan ja. eigenlijk niet. Nee. Maar nogmaals, je kan het wel voeden. En, en nou ja, dan, dan ben ik hier met de podcast voor mijn gevoel in ieder geval lekker bezig. Ja. Ik vraag me wel af, uh, want uh, nou, die, we gaan uh, in dit gesprek echt voor mij een paar hooksen uh, echt even debunken. Uh, of mm -hmm. zeg je dat? Gewoon dingen waarvan ik dacht. Oh, uh, ja, nou ja, laat ik gelijk met de eerste beginnen, want daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik kende en ik wist gewoon oh, echt niet dat het niet zo was: dat verhaal dat er millisecondes van cola ja. in een film zaten, en ja. dat er daarna heel veel cola werd gedronken. Ja, ik wist tot het lezen van jouw boek niet dat dat gewoon totaal onzin is. Ik dacht echt wel dat er subliminal messaging bestond. Nee. Nee, nee. Dat, heeft een, dat heeft inderdaad een reclamemaker ooit uh, verzonnen. Nou, dat heeft hij vele jaren later pas toegegeven ja. dat hij het verzonnen heeft. Daarom hebben we zo lang gedacht dat het wel nee, kon. Okay. Nee, er zijn wel. Je kunt in een, in een laboratorium met, met computerschermen. kun je wel subliminale plaatjes en woorden aanbieden die hele kleine kortdurende effecten hebben. Ja, maar met mensen gaan en niet dingen. in één keer cola kopen. Nee. Omdat, bovendien weten we dat het moet aansluiten bij doelen. Dus als je al uh, als je al iets wil met cola, dan helpt het bijvoorbeeld alleen bij mensen die al dorst hebben. Ja, 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 ja. ja Oké. Okay. Ja. Maar en daarmee zeg je het misschien al een beetje van je moet het wel willen. Ik moest heel erg denken aan uh, wat affirmaties kunnen doen. Mm -hmm. yeah, je bent, bent er wel bekend mee dat je gewoon s ochtends of s avonds uh, vanuit een positie dat je het al bent. Ik ben dit, ik ben dat. Uh, gewoon een beetje een soort pep talk tegen mezelf, ja. zou ik willen zeggen. En ik heb dus ook wel een tijd gehad. Ja, best wel freaky misschien. Maar ik dacht, ja, ik vond het wel grappig. Dat ik in slaap ging vallen. Met. Uh, ja, dit zijn, zijn youtube filmpjes miljoenen keren bekeken. Ja. Met een dame die dan tegen zegt. You are wonderful. You are this. <laughs> yeah. En ik dacht, nou ja, voor mijn Engels is het sowieso goed. Want ik hoorde soms woorden die ik yeah, niet kende. Yeah. Uh, maar wat, wat, wat denk je daarvan? Nou, als, de, als dat soort dingen effecten hebben, zijn ze, denk ik, heel, uh, zijn ze heel mild en klein. Maar het is, het is absoluut niet onmogelijk dat je brein daar toch wat een en ander mee doet. We weten bijvoorbeeld wel dat. Uh, zelfs mensen uh, die, die uh, verdoofd zijn, uh, als je die headphones opzet met bepaalde informatie, dan heeft dat, wel, uh, heeft dat daarna wel bepaalde kleine effecten, moet je niet al te veel van voorstellen, maar je hoort dus je hoort dingen wel. Yeah. Als jij al in slaap valt en je bent echt al in slaap en die vrouw zegt nog steeds you're beautiful, dan, dan verwerk jij dat wel. Mm -hmm. Wat je ermee doet, dat durf ik niet te zeggen, maar nee. je verwerkt het wel. Ja. Nou, het gaat in ieder geval zeker niet. Nee, dat lijkt mij ook niet. En, uh, en, en dat hele idee dat je af en toe probeert op een bepaalde manier jezelf op te peppen, daar is helemaal niks mis mee. Dat, dat, dat werkt ook wel. Dat kun je op heel veel manieren doen. Je kunt het tegen jezelf zeggen. Maar nou, één hele simpele voor mij is, als ik, als ik, ik doe dat nu niet zo vaak meer, maar toen ik meer onderzoek deed nog, moest ik vaak naar Amerika om uh, op congressen te praten. En dan sprak je soms voor 1500 mensen. Ja, alleen al bijvoorbeeld dat ik, dat ik dan in één keer morgens wel nadenk over welke kleren ik aan doe. Ja, 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 ja. En, en dat zorgt ervoor dat je net met wat meer zelfvertrouwen zijn ja. podium opgaat. Ja. Ja, ja, dus ja, ja. dus dat, dat kun je ook een vorm van pep talk noemen. Ja. Maar in dit geval, ja, dat is natuurlijk allemaal prima. Maar het onderbewustzijn, laten we even naar de tweede hoek gaan. Dat vind ik gewoon, want ik heb dat vroeger echt wel gedaan en het nooit echt begrepen. Uh, en dat is ook weer het onbewuste wat aan de gang is. Nou, we kennen allemaal wel de, 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 de hangertjes, die, mm -hmm. de, die ja... Ja, die dus gewoon wel een beetje onder bewustzijn. Denk je mm -hmm. rechts en dus gaat hij naar rechts. En daar komt ook het hele glaasje draaien of de tafel laten mm -hmm. bewegen. Maar dat is dus... Ja, dat verschilt misschien per keer. Maar er zijn dan geen mensen aan tafel die de boel fucken. Iedereen denkt dat het niet gebeurt. Maar omdat allemaal het onderbewustzijn ermee bezig is... worden al die kleine spiertjes... Moet ik het zo ja, zien? zo kun je het zien. Ja, er kan natuurlijk ook iemand aan tafel ja. zitten die wel loopt te fucken. Maar zelfs als dat niet zo is... Dat als iedereen oprecht meedoet, zie je vaak toch wel dat er bepaalde effecten optreden. Ja, ja dat is ook in het lab al aardig. Ja. Ja, je kunt het gewoon nadoen. Ja. Wat dus wel heel krachtig is, ik ken het een beetje, ja, dat is iets heel anders, maar ook weer niet. Van, van uh, ik, ik doe uh, sport een beetje, krachttrainingachtige dingen. Waarbij ik dan wel heb gemerkt op het moment dat ik aan de spier denk die ik moet gebruiken, ja. dat ik het gevoel heb dat ik die oefening beter doe. Of dat die spier dan ook beter ja. zijn, uh, ja. zijn ding doet. Ja, volgens mij is dat wel bekend. Ja. Ja, um, ja ik weet even niet uh, meer. Dit, soms kan ik mijn eigen aantekeningen lezen, want ik heb heel veel geschreven. Hetzelfde op, zoveel. Inattentional blindness. klein ah, ja, 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 inattentional blindness. Wat is dat ook weer? Even denken welke. Was dat ja, dit boek is 2007. Ja, het is, het is je, hebt, je hebt change blindness. Dat is dat je soms dingen in de omgeving verandert. En dat mensen dit niet zien. In intentional blindness zal dat is oh ja, dat is dat volgens mij als je um, als, als iets niet je doelen dient, dat je gewoon dingen echt niet ziet. Oh ja, en maar je moet het eigenlijk andersom zien: je moet je moet je moet het een, een, een belangrijk doel, iets dat je na wil streven, dat is eigenlijk een soort kaper van je brein. Dat, dat zorgt ervoor dat je alleen nog maar let op die dingen die jouw doel dienen en niet meer op de dingen die jouw doel niet dienen. Een heel bekend voorbeeld is je. Je staat op een, je staat op terras hier, hier bij de, bij de kerk. En je, je zoekt een, een vrij plaatsje en je zit zo te kijken. En daardoor zie je een van je beste vrienden die vlak voor je zit over het hoofd. Want daar ben je op dat moment niet in geïnteresseerd. Nee, nee, nee. Dus het is heel functioneel. Ja, ja. Nee, dat doet me ook wel denken aan. Hè, er wordt hier wel vaker gesproken over manifesteren en zo. ook Is het bekende voorbeeld, je hebt een witte auto of je wil een witte auto, en je ziet overal ineens witte auto's. Ja, ja. Dat is, het, is, het is gewoon een beetje waar je je focus op legt. Ja ja dit is ook als je als je schrijft merk ik wel de, de, met een boek bezig ben dan, dan past op een gegeven moment ook alles wat je meemaakt in een boek in het in het, En dat is eigenlijk al, heel nu, fijn ja, ja, ja want daar ben je nu mee je kan bezig alles gebruiken. Ja. en dit en uh, dit is precies waarom ik uh, nou ja toch altijd wel bezig ben omdat onbewustzijn om daar ja hoe gek het ook klinkt meer bewust van te worden um, omdat je dus ook heel veel onbewuste mening hebt en dit is nou ik zeg niet dat de wereld eraan naar de kloten gaat maar wel een beetje Mm -hmm. omdat je dus heel vaak een keuze maakt, eigenlijk niet wetende dat je daar ontzettende mening over hebt. Ik, ik herinner me het voorbeeld uit ja. je boek met, met, met bijvoorbeeld namen of beginletters van je naam, ja. waarbij je gewoon, eh, in mijn geval, en ik moest erover nadenken, ik dacht, ja, ik vind dingen met een G, vind ik echt leuker. Ja. Overigens, die, 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 dat, dat onderzoek is oorspronkelijk vooral gedaan met mensen die dan naar bepaalde plekken verhuizen... Dat oh ja. is wel een beetje weerlegd, Daar denken ja. we nu van. Nou, dat is volgens mij niet helemaal waar. Maar als het om kleine beslissingen gaat, bijvoorbeeld je koopt een consumentenproduct omdat het met een G begint, ja, dat kan wel. Ja. Dat kan wel. Of dat je een merk leuker vindt, een tandpasta met een G leuker vindt dan met een andere. Leuker. Ja. Ja. Nou ja dat maakt ook allemaal niet zo uit. Maar ik bedoel, hoe hoe ver gaat dat? En en. Uh, ja, hoe, in hoeverre zijn wij als mensen allemaal niet onwijs.? Uh, nou ja, geprimed is dan de term. Hè, met, mm -hmm. met, met gewoon allemaal dingen die ons leven lang zijn ingebrand. waarvan we geen ideeën hebben. maar op basis daarvan wel keuzes maken. of denken dat we dat ja. vinden. Nou, denk de meeste daarvan zijn, zijn niet zo problematisch. Ze, ze leiden je juist op een wat makkelijker manier hè, door het leven. Je zou kunnen zeggen: als jij moet kiezen tussen 24 merken tampasta. Wat, wat, mm -hmm. wat als je een Amerikaanse supermarkt. Ja, dat ja, is wel ja. echt dan, dan helpt het als je wat sneller een beslissing kunt nemen. Maar het heeft natuurlijk zeker ook nadelen. Je hebt, je, hebt, uh, je hebt heel veel vooroordelen en discriminatie komt ja. vooruit die onbewuste processen. Ja, en en dat, dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, dus. dus uh, en je, je onbewuste is ook nogal heeft ook nogal de neiging om. Um, uh, ja, vooral korte termijn dingen leuk te vinden, weet je wel. Dus je, dus je bewustzijn zegt er mag, er mag wel een paar kilo af. Yeah. Maar je onbewustzijn zegt: nee, blijf maar lekker op de bank zitten. Sporten, daar heb ik geen zin in, weet je. Het is, het is soms ook een soort lui. Ja, ja, ja. ja. Een soort lui. En uh, hoe komt dat dan? Is dat gewoon vanuit het bekende oerprincipe van span je maar niet te veel in. Uh... Gewoon ja, ik denk wel dat je dat zo moet zien. We, we zijn natuurlijk altijd, elk levend wezen is bezig met het conserveren van energie. Ja. En, en uh, als het niet nodig is, moet je, moet je geen gekke dingen doen. Nee, nee, ja. En er zijn, er, zijn, ja, er zijn wel, een ander voorbeeld is, 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 uh, zijn, zijn gewoonten. Hè? Sommige mensen hebben wat slechte gewoonten. En als dat er echt heel erg ingeslepen is, ja, dan, zijn die, dan zijn die vaak lastig te veranderen. Rook je toch steeds niet? Nee, ik ben ik inderdaad 2010 mee gestopt en sindsdien, uh, maar ik vind het ook vies, dat is gewoon mijn geluk, ik, ja, ik ja, ja. kom ook nooit in de verleiding, ah, ik denk dat het nu wel steeds makkelijker is, hè? ik zie wel steeds minder mensen om me heen die roken. Ja. In Manchester weer meer trouwens, Ja, ja, ik gezien wel geweest, hè, ja. geweest was, ja. Maar dat, er is er geen enkel, want dat is het nadeel natuurlijk gewoon, dat er, dat, dat, dat weggetje ooit bewandeld is, zou ik maar zeggen, in je hoofd. Nee, daar, daar is iets goeds gebeurd. Op een of andere manier is dat omgeklapt. Nee, ik vind het zelfs een beetje vies als ja. mensen dat doen. Niet dat ik er wat van zeg hoor, dat zou ik hypocriet zijn. Ja. Maar, maar ik, als, ik, als ik dan zo, zo, zo Als ik achter iemand loop met een sigaret en ik ruik dat, denk ik, bah. Ja. Ja, dus nee, dat komt niet meer in de, in de verleiding. Maar is dat hele priming en dan... De reclame is daar een onderdeel van, maar ook gewoon... Uh, nou ja, hoe je als mens eruit zou moeten zien. En dat ze, zijn dat nou allemaal tijdelijke dingen... Of, of zit die echt erin gebrand? Nee. Nou, dat, dat, het mechanisme op zich zit, zit erin gebrand. Maar uh, de, de, de normen bijvoorbeeld die voortkomen uit dat soort processen, die, die, die zijn ook voor een heel groot deel cultureel bepaald. Dus inderdaad, hoe moet je eruit zien? Ja, dat verschilt over tijd. Ja, 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 ja. Uh, Even een kleine tip uh, voor iedereen. Uh, hoe meer je nadenkt, hoe slechter de beslissing. Nou, dat is wel een iets ongenuanceerde manier oh. om dat hele idee uit te leggen. Maar het is inderdaad zo dat, dat, uh, dat sommige beslissingen, en ironisch genoeg, juist de grotere beslissingen die je neemt, bijvoorbeeld carrièrekeuzes of het kopen van een huis. Ja die moet je, die moet je eigenlijk door je onbewuste laten maken. Dus, dus de beste manier is om wel heel bewust informatie te verzamelen, dan een tijd afstand te nemen. En laat je onbewuste maar als een soort. He, als het soort stoofschotel langzamerhand. Yeah. We kenden een nachtje erover slapen. Precies, over, een ja. nachtje erover slapen. En dat leidt tot de beste beslissingen. En vroeger dachten mensen: nee je moet zo'n lijstje maken met Plus plussen in, en minnen. Nou, dat mag je best doen als je, als, je, als je een wasmachine koopt. Maar dan moet je niet met de hele grote beslissingen in je leven doen. Want dan, nee. Dan krijg je spijt, dan ga je op een gegeven moment de mist in. Maar ook omdat wij uh, dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen afwegen? Nee, dat zijn verschillende redenen. Eén is dat een beslissing vaak uh, niet zo rationeel genomen kan worden, omdat je bijvoorbeeld niet alle informatie hebt. Nee. Maar het is ook, je zou kunnen zeggen, ons bewustzijn is gewoon te klein. Al die informatie past er niet in. En laat dat onbewuste. maar nogmaals, de, die vergelijking werkt wel goed. Gooi het er maar allemaal in, ingrediënten in een stoofgerecht. Ja. En dan laat je drie uur sudderen. En dat, kan het, dat, kan, dat kunnen die onbewuste processen veel beter. Ja, en maar goed, er... het is vanuit creatief, want, want dan gaat je bewustzijn toch denken: ja, maar het is een hele goede kans. Het is een mooie baan of het is een mooi huis. Ja. En je voelt wel dat het. Ja, maar als jij dat voelt, ja. dan, dan ik, ik, moet je daar wel naar luisteren. Als, als, ik zeg, als je, als je moet kiezen tussen die twee. Dan moet je voor dat onbewuste kiezen. Weet je, het is ook. Uh, bij, bij, je zou het ook nog zo kunnen zeggen, en dat, dat doe ik in mijn nieuwe boek meer. Maar als je uh, een grote beslissing moet nemen in je leven. en je onbewuste regelt dat niet voor je. dus je hebt niet een gevoel van waar het heen moet. ja, dan zul je het bewust moeten oplossen. Dan zul je, dan zul je echt moeten nadenken. dan Zul je iets moeten forceren. Dat kan wel, maar het is een zwakte bot. Bij de grote beslissingen moet je, moet, moet je op je onbewusten na, na is, dus Nadenken is een zwakte bot. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Lekker. <laughs> Heerlijk. Geeft weer heel veel uh, rust. Weten we al meer over bewustzijn? Want dit boek is uit 2007 en ik weet dat jij bijna, nou niet zozeer gefrustreerd, maar meer gefascineerd eigenlijk, schrijft over met name hè, waarom is iets lekker, subjectieve waarneming. Dat we ja. daar nog zo weinig van weten. En, en ik dacht, ja, is daar al. Uh, inmiddels is daar veel in veranderd in onderzoek. Want dus, ja, we zijn toch 15 jaar verder. Nou, eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Wat, wat we wel weten is dat een deel van die, die experimenten. die aantonen dat al die onbewuste processen. helemaal hun eigen gang gaan. en best wel vaak spectaculaire dingen. dat die toch sommige daarvan. worden wat moeilijk gerepliceerd. Dus we moeten het, moet het ook niet overdrijven. Dus, uh, dus uh, wat, wat zeg je hiermee? Dat het, uh, dat het echt een spel is tussen bewust en onbewust, en ook weer niet dat het een helemaal op zichzelf staand orgaan is? Of hoe ja, dat, dat sowieso. Ja, het, okay. is, het, zijn, het zijn danspartners. De een kan niet zonder de ander. Uh, over, de, over de functie van het bewustzijn wordt wel, wordt, wordt wel heel veel nagedacht. Ook uh, vanuit de neurowetenschap en de psychologie en de filosofie. Ja, dat, 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 dat gaat door als je. Als je echt een, um, een hele goede verklaring zou hebben... van waarom hebben, hebben wij die subjectieve ervaring... Dan, dan, uh, ja, dan, dan kun je een paar Nobelprijzen ophangen. Ja, ja, daar zijn we okay. nog niet over uit. Nee. Dat is eigenlijk dat, dat, misschien wel de, de... samen met een aantal dingen die met het hele al te maken hebben... Is dat, zijn dat misschien wel de grootste, is dat misschien wel de grootste wetenschappelijke vraag. Het grootste onverklaarbare. Ja. Uh, dus daar kan je een Nobelprijs mee winnen als je meer over dat... Uh... Ja, hoewel er zijn wel, misschien gebeurt dat op een gegeven moment ook wel trouwens. Er, zijn wel, er is wel een behoorlijke vooruitgang geboekt in, in uh, nou, laten we zeggen, in theorie van, over het brein in het algemeen. We weten, of in ieder geval, de, 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 de dominante theorie op dit moment is dat, dat we eigenlijk zeggen: het, het, het brein is een voorspellingsmachine. Wat, wat wij de predictive coding noemen ze dat in, in, het, uh, in de wetenschappelijke taal, de Engelse taal. En. Wij zijn eigenlijk continu bezig om een model van de, van de, de onmiddellijke toekomst in ons hoofd te maken. En, en daarbij om zo goed mogelijk in te spelen op wat er gebeurt. He? En uh, <clears throat> nou, op het moment dat, dat die voorspellingsmachine niet klopt met de werkelijkheid, dan, dan kun je twee dingen doen. Of je past je voorspelling aan, of je, of je past je gedrag aan. Je gaat ja. iets doen waardoor je. En, uh, en dat, dat verklaart wel een dat, is wel een. dat is wel een mooi model, en waarschijnlijk zit er heel veel in. En op een gegeven moment zijn ze, is er ook een hele slimme Brit, Carl Friston, die is begonnen met, met de eerste poging om dat toch te linken aan nog meer basale uh, processen, zelfs, zelfs natuurkunde. Uh, de Tweede Wet van de Thermodynamica, nou, gaan we echt de diepte in. Ja. gezegd. Uh, die, die wet zegt eigenlijk alles uh, desintegreert langzaam. Dat betekent dat als, als, je, als je inkt in water doet, dan, dan, uh, of, of een blokje ijs... en zelfs bij bijvoorbeeld olie, in het begin drijft het er nog op... maar op een gegeven moment gaat het desintegreren. En je zou kunnen zeggen dat gebeurt met alles... En, um, maar mensen en andere levende wezens doen iets geks. Wij stellen dat uit, een jaartje of 60, 80, 110... en dan op een gegeven moment is het stof tot stof... en dan doen wij weer mee met die wetten van de thermodynamica. Maar... Wij doen dat een tijd lang doen we dat niet. We houden onszelf als het ware in stand. En dat doen we uh, door uh, heel goed te letten op allerlei marges. Dus jouw lichaamstemperatuur is 37 graden. Als die 35 is, dan, dan ga je rillen, en, of je trekt iets extra's. Nee. En op een gegeven moment. En als hij 33 is, moet je echt heel snel hulp inroepen. En als hij 20 is, ben je al overleden. Dan ga je weer tot stof. En dat, dat is eigenlijk. Je zou kunnen zeggen: dat is wat die voorspellingsmachine doet. Die is de hele tijd bezig om ons in die. ...in die marges te houden die ervoor zorgt dat wij goed functioneren. Dat is ja. niet alleen uh, fysiek, dat is ook psychisch. Ja, dat is juist, ja, ik snap, misschien ik snap er er het. Misschien wel meer in ja, fysiek natuurlijk ook. Je, je bloeddruk mag ook niet boven de 200 zoveel komen, dan ga je ook dood. Maar... Nee, maar je kan dat wel. Ik ben heel erg van de school, uh, alles kan je trainen. Ja. Je kan daar wel een beetje mee spelen, toch? Je bedoelt dat je die, die lichaamstemperatuur op zijn wimper... Nou, bet, met... Ja, nee, ja precies. Denk ik denk dus ja. wel gelijk een koud douche. Nee, bank, je inderdaad. Kun, je kunt wel degelijk bepalen. Ja, je kunt een... En dat is psychisch. Uh, ja, maar ik, want dat is wel wat ik bedoelde. Dat, dat, uh, dat uh, ja, daarmee kan je het rekken van, van uh, ja, wat comfortabel is, zeg maar. Heb ik de indruk wel. Absoluut. Ja, dat geloof ik ook heel sterk. En ik denk ook, de, ook daar, dat geldt zowel fysiek als psychisch. Je kunt fysiek de marges vergroten. Uh, en Wim Hof stond het wel aan. En je kunt dat ook psychisch doen. Bijvoorbeeld. Uh, die, die voorspellingsmachine zou je kunnen zeggen, die, is, die, die wil niet alleen geen fouten maken op korte termijn, maar eigenlijk ook zoveel mogelijk goed kunnen voorspellen op lange termijn. En daarom zijn wij wel van nature nieuwsgierig. We proberen toch uh, dingen uit, zodat ja. we misschien op korte termijn meer fouten maken, maar op lange termijn hebben we dan iets geleerd. En dat kun je ook oprekken als je bijvoorbeeld uh, uh, als, je, als je naar India gaat, of je bent voor het eerst in mm. Delhi. Ja, dan word je gebombardeerd met allerlei dingen waar je geen bal van begrijpt. Ja, ja. En, en sommigen kunnen dat ook niet aan. Sommige mensen zouden heel erg in de stress schieten. Maar als je dat wel aan kan, en dan is het vaak zelfs leuk, dan, dan zou je kunnen zeggen: dan, dan verhoog je de flexibiliteit. Ja. Dan train je je geest, als het ja. ware. Ja. Nou ja, zo zijn we dan alweer automatisch bij, want dat is wel heel grappig. Uh, dat uh, jouw andere bestseller, en je hebt vele boeken geschreven hoor, maar op naar geluk. Uh, ja, dat gaat dus eigenlijk dus juist over het bewustzijn. Ja, zou je kunnen zeggen. Zeker. Ja, ja. Want dat is wat je. Ik kondigde hem al aan, aan, aan in, helemaal aan het eind van dat boek. Hè. Zeker. Dus dat is klopt. Dat is, dat, ja. ja. Uh, al, nou ja, laat ik dan nog even. En, al heb je het ook um, gehad over een boek over gemoedsrust. Ja, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Daar wacht je hebt ik nog steeds. Heel toch? goed uh, je huiswerk gedaan. Ik weet niet of dat er nog komt. Hmm. Misschien wel hoor, het zou kunnen. Het zou kunnen. Dat is, dat is weer meer oosters. Ja. En dat is, nou ja in, het zit daar een, al wel behoorlijk in. Het zit in, in. Uh, Op naar Geluk ja. absoluut erin. Ja. Maar goed, Op naar Geluk is dus... Uh, nou ja, ik, ik zeg het maar even. Het, het, het bewustzijn... Uh, waarbij... Nou ja, waar je het net over had. Het is, is geen uh, fictief voorbeeld. Want jij bent iemand die graag reist. Heb jij ook ja. een mooi boek over geschreven. Daar komen we ongetwijfeld nog op. Maar dit is... Ik was heel blij hiermee om dit te lezen. Omdat ik vroeger... Uh, ...verdien ik best wel veel geld. Een well, fucking veel geld eigenlijk, laat ik het ja. maar zeggen. En nu... zie uh, je minder geld. Ja, dat. Maar dat, maar dat, maar dat, dat maakt is niet meer belangrijk. Nee, dat nee. is niet meer belangrijk. Maar ik weet vooral dat ik... Ik heb, er gewoon, uh, ik heb het alleen maar uitgegeven aan reizen en eten. Ja. En ik weet dat mensen daar echt nog wel eens iets hadden van... Ja, ja toch, hè, die beginnen dan over auto's of dingen. Ja, ik, ik heb daar gewoon niet zoveel mee. Nee. Dus ik heb dat... Uh, uh, nou ja, ik zeg niet dat ik helemaal geen spullen gekocht heb. Dat is natuurlijk onzin. Maar wel, ik, ik, ja, ik heb het soms ook wel eens gedacht, oh, het is allemaal verdampt. Maar door ja. jouw boek wist ik, oh nee, dat heb ik eigenlijk heel goed gedaan. Want ervaringen, ook weer om, om nou ja. Ja, je, jezelf rijker te maken in, in je geest, zeg maar. Ja. Dat is waar het om gaat. Ja, eigenlijk wel. Ik heb, ik heb ook... Um... Ik heb ook wel, wel nog, nog een extra dunner boek geschreven, maakt geld gelukkig, ja. omdat, ik, omdat ik wilde inzoomen op die relatie tussen geld en geluk. En dan blijkt eigenlijk dat mensen die dat er wel een kleine relatie is, dus mensen die rijker zijn, zijn gemiddeld gelukkiger. Uh, is niet heel sterk, maar je is er wel. Maar het, het hangt echt helemaal inderdaad af van waar je het aan uitgeeft. Nou, drie dingen: één, je, je kunt je geld inzetten om andere mensen gelukkig te maken. Uh, twee, is je moet tijd kopen. Dus dingen die je echt niet leuk vindt om te doen, moet je gewoon niet meer doen. Nee. En drie, en dat zeg je ja, al, dat zijn de ervaringen. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste ja kijk spullen als je één hobby hebt waar je wat spullen verkoopt af en toe is allemaal prima maar ga niet ga niet uh, ga niet ga niet allemaal spullen kopen die je waar je vervolgens helemaal niks mee doet kijk dat jij heel veel cd's hebt staan ja dat yeah. spreekt voor zich maar dat is ook wel yeah. je beroep geweest natuurlijk yeah. maar maar maak het niet te nee daar heb je niks aan nee Nee, Omdat zeiljachten je... en zo. Nee. Ja, daar gaat, en daar gaat, daar gaat premier Rutte Oekraïne binnenvallen. Wordt je word je zeiljacht in het beslag ja. nee, Het zal ons niet overkomen. Maar nou ja, kijk, het dubbele van een zeiljacht bijvoorbeeld is dat je daar aan zich natuurlijk wel weer ervaring mee kan maken. Nou, maar, er is natuurlijk een overlap. Je, hebt, je kunt zelfs zeggen: een, een fles wijn als je, als je hem in de kelder legt, is het geen ervaring. Nee. Je opdrinkt wel. Ja. Dat, zeker als je met vrienden opdrinkt. Ja. Dus tuurlijk, en, en dat geldt voor boeken, dat geldt voor ja. muziek. Ja. Dat, dat is ook zo. De, 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 de scheidslijn. Is, en, en, en andersom werkt het ook wel zo hoor. Wat, wat, wat ik af en toe wel een beetje zorgwekkend vind. Is dat, dat, dat jongeren uh, heel erg van. Toch wel vaak heel erg van reizen houden. Wat op zich heel uh, goed is. Maar. Dan wordt het voor hen bijna iets materieels, als, uh, bijvoorbeeld zo'n zo, 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 zo woord als bucketlist, ja, ja, hou je ja, ja. van. Nee, het is nee, niet nee. een lijstje wat je moet afvinken. Nee. En je moet ook oppassen dat als je reist, je, je mag natuurlijk best af en toe een paar leuke foto's ja, op Instagram zetten, bedoelt. maar ga het niet... Het wordt eigenlijk een product, want je moet die... Val ja, 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 Precies. ja, ik snap wat je zegt. Ja, ja, ja. Dat is wel ja. een goed... Uh, dan dan is het geen. Je kunt, je kunt van spullen ervaringen maken, hè. maar nee, van, van ervaringen ook spullen. spullen. Ja, en daar moet je ja, voor oppassen. Oké, okay, laat het geld even afronden, want ik vind het over het algemeen uh, allemaal niet zo boeiend. Maar tegelijkertijd, jij zegt het al even, uh, en uh, respect voor het feit dat je uh, terugkomt op, een, uh, op wat je er eerder over ja, schreef. Ja, dat klopte niet helemaal. Nee, maar dat vond ik top. Je ja. schreef inderdaad nog een boekje, Maakt Geld Gelukkig. Nou ja, uh, kort door de bocht is het antwoord wel ja. Ja, een beetje wel. Een zeker. beetje wel. Ja. Um, en nou ja, dat is, uh, dan, dan stop ik met de hoogste, maar... Ik had ook altijd het verhaal geleerd, als je de loterij wint, kom je er ongelukkiger uit. Dat is wel een ja. echt een verhaal dat uh, nou, ja. lange tijd bij mij geleefd heeft. En dat vond ik ook logisch, want ja, uh, mensen in je omgeving veranderen, gedoe. Uh, het gaat te snel, ik bedoel, mensen ja. kunnen, zijn het helemaal niet gewend. Nee, het blijkt gewoon niet zo te zijn. Nee, want in die end... Zijn ze gelukkiger gemiddeld. Ja, ja maar maakt de loterij dus wel gelukkig. Het duurt even, omdat je in het begin heel onrustig bent en, en een beetje onzeker. Wat moet ik er nou allemaal mee? Maar uiteindelijk zijn mensen die een paar miljoen winnen na, na twee jaar echt gelukkiger dan, dan voor de loterij. Gemiddeld, ja. hè? uiteraard. Het kan ook een keer misgaan, maar gemiddeld zijn ze gelukkiger. Wat ja. ik me afvraag, want dat vind ik het fijne van jouw schrijfstijl: dat er, er komen natuurlijk onderzoeken in terug, maar ook gewoon wel uh, mooie uitspraken. Dus hierover vond ik echt uh, fantastisch: over dat de Boeddha het blijkbaar ooit vergeleken heeft met geld is als water uit de zee drinken. Namelijk dat, het, dat je eerst het gevoel hebt dat het te doorslest. Ja. Maar het wordt alleen maar erger, want ja. zout water. Hoe, 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 ja, hoe, hoe kwam die op je pad? Want, want dan lees je niet alleen maar wetenschappelijk onderzoeken. Oh nee, ik lees, uh, ik lees alles wat los en vast zit. Als je, ik, ik weet niet voor zo'n boek als Op Naar Geluk. Ik denk dat je een paar honderd artikelen leest. En, en, en misschien vijftig boeken of zo. Ja, ja, ja. Ja, sommige een beetje diagonale, sommige echt heel goed. Ja, ja. <laughs> maar ik heb, ik heb inderdaad een bepaalde periode ook. Niet alleen de wetenschap gelezen, maar ook alle oude Grieken en heel veel oude Oosterse. Uh, ja, dus, en, het, dus het sowieso. Ah, he, oh, dat is, sowieso ja. ja, de Stoïcijnen. En, ja. en soms van die, van die heerlijke regels, waar, waar je dan in het begin even van denkt. Nou, Epicurus bijvoorbeeld. Je moet niet bang zijn voor de dood, want zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood er helemaal is, ben jij er niet meer. En de eerste keer dat je dat hoort, dan denk je: ja, dat is kruif. Weet je wel. Ja, ja maar ja, kruif. Maar uh, kruif had daar vaak ook wel. Ja. Precies. Maar als je, dat, als je dat jarenlang tegen jezelf blijft zeggen... af en toe eens een keer, dan, dan op een gegeven moment... Voel je voelt dat echt. Ja, precies, dan ja. voel je dat echt. Ja. En, uh, daar haal, en, ja, soms denk ik ook wel eens bij al die... Met slim omwust is het anders, maar, maar bijvoorbeeld de wetenschap naar geluk... dat, dat is een ontzettend actief gebied waar, waar heel veel mensen mee bezig zijn. Tegelijkertijd, 25, nou, 2000 jaar geleden wisten we ongeveer 80% al... Van wat we nu weten, ja, dat is natuurlijk vroeg. ook zo. Die, die Socrates en de Boeddha en Epicurus, die waren wel ja. vrij slim. Ja. Ja. Maar dat is uh, wel mooi dat je zegt, want het is natuurlijk bijna, of dat is misschien altijd. Dat kan ik niet goed inschatten. Ik leef nu, maar het is wel een soort van industrie geworden. En toch nog even over geld. Geld is goed om te hebben, niet om te willen. Is dat voor geluk niet ook een beetje hetzelfde? Ja. Heb je gelijk in. Het is. Uh, je, nou, geluk mag je wel. Uh, geluk nastreven moet je of uh, moet je, je moet niks, maar geluk nastreven kan ik iedereen aanraden, omdat er allerlei dingen zijn die je kunt doen om gelukkiger te worden. Alleen je moet het een beetje indirect doen. Dus je, je, moet, uh, je moet je richten op betekenis, op zingeving, dat soort dingen. Hè? Je moet kijken of je een goede, prettige bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Dat, dat zijn dingen die mensen gelukkig maken. Maar mens, als je heel rechtstreeks op je geluk afgaat... Ja. dan wordt het vaak te oppervlakkig. Dan wordt het een beetje van... kijk mij eens blij zijn. En dat is, dat is niet hetzelfde als geluk. Nou, dan ben ik blij dat je het zegt. En ik voelde dat ook wel tussen de regels door. Maar in eerste instantie... Uh, ja, sprak mij het boek ook helemaal niet aan. Omdat ik gewoon namelijk die term geluk... weet je, uh, het voelt namelijk net... En, en, en heel even leek het die kant op te gaan... Uh, voor mijn gevoel. En toen kwam het wel goed... Was namelijk dat, ja, dat, dat uh, emoties als verdrietigheid en zo, ja, dat is toch ook geluk? Ja, nee. Dat is een soort omweg hoor. Ik snap het. Nee, die... er, is, er, is, er, is een, er is een spraakverwarring. Sommige mensen zien, zien waaronder ik, zien geluk als, laten we maar zeggen, een, een gezonde mentale toestand... die, 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 die hè, op lange termijn... Die, die, die als een soort fundament fungeert... en die heel sterk samenhangt met... betekenisgeving, met ja. zingeving, dat soort dingen. Andere mensen zien het als... plezier of genot. Ja. En dan, hè, zoals sommige... Dirk de Wachter bijvoorbeeld. En dat, dat, ja goed, we hebben allemaal... onze eigen definities. Dan, dan wordt het in één keer... een veel negatieve woord, want dan is het heel oppervlakkig. Hè. Geluk, is, geluk is niet... Uh, is niet... heel veel zuipen met vrienden of zo. Nee. Dat is gewoon een leuke avond, is prima, maar... Ja. Nee, die, die, dat moet je echt wel uit elkaar houden. Dus je hebt helemaal gelijk, je moet geluk eigenlijk op een, op een indirecte manier nastreven. Ja. Ja. En is het dan zo, nog even terug naar het onderbewust en het bewuste, dat, eh, want, want genot is, nou ik zou wel niet zeggen de tegenpool van geluk, maar het is wel waar het vaak misgaat, omdat het korte termijn en ja. eh, je, je hebt de illusie dat. Eh, wie, wie, uh, wie Ja, wat stuurt het uh, dat genotsprincipe? Want net maakte hij zo'n opmerking dat ik dacht, oh, is dat dan toch het onderbewuste wat voor de makkelijke weg gaat kiezen? Uh, vaak wel. Ja? ja. Oh, maar dat dan zijn we wel fact. Nou, ik denk, ik denk, dat het dat het uiteindelijk ook vaak uh, voor juist voor de goede dingen kiest. Ja. Uh, yeah. Als jij, als, als mensen op een bepaalde in een bepaalde fase van hun leven wat, 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 wat somber zijn, uh, bijvoorbeeld, omdat ze hun. En, en voor een deel komt dat omdat ze hun leven niet goed hebben ingericht, of bijvoorbeeld domweg, mm -hmm. omdat ze dat ze ontevreden zijn. De, ja, ja, Of de, dat, ze iets, dat ze dat ze werk de, doen, wat, 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 waarvan ze dat op dat moment nog niet van bewust zijn, maar wat ze toch niet voldoende bevrediging schenkt. Dan is het, kun je ook zeggen, die onbewuste processen die komen op een gegeven moment steeds meer in opstand. En die zeggen op een gegeven moment van ja, of uh, ja, hoe, hoe moet je, als je, als je, als je, als je alles wil vreemden in termen van bewustwijdse wat moet je dan met een burn-out? Ja, een burn-out is denk ik ook een, een moment waarop je, je, uh, je energieniveau zo afgenomen is en je stressniveau zo hoog is, dat, dat het systeem, maar dat, dat zijn voor een heel groot deel onbewuste processen, zegt ja sorry, maar nou gaan ja. we niet verder, dan moet ja. ik, nou gaan we het anders doen. En daarom is. Uh, ja, is, is, het, is het. Hoor je natuurlijk ook vaak. Kan het voor mensen ook heel erg. De, uiteindelijk een zegen zijn. Ja, uiteindelijk kom je daar vaak wel beter uit. Het is alleen de hoop dat je. Dat je zo gevoelig bent voor. voor je eigen uh, onbewuste prikkels. Dat je op tijd aan de bel trekt. Hè? Mm. Ik bedoel, dat, dat is een groot verschil tussen mensen. Sommige mensen die, die voelen dingen aankomen. En denken: van Ja, wacht even. Nou moet ik op gaan letten. Ja. Ik heb dat ook een paar keer gehad. Dat ik zei: Van sorry, ik ga even. Een, paar weken wat anders doen dan ja. is het op de universiteit ook niet zo moeilijk. Dat is dan een voordeel. En anderen die uh, laten het te ver komen en die uh, die zitten anderhalf jaar thuis. Ja. ja. En is dat iets wat jij uh, van nature hebt? Want ik ik dit is kijk voor mij is geluk. Zat er net aan te denken is gewoon wel heel erg alle emoties voelen. En daarom begin ik ook over dat verdrietig zijn. Ja. En uh, maar goed dat is het uh, is meer uh, waar ik zelf heel erg mee bezig ben. Uh, maar ik heb dus zelf wel gemerkt dat ik, ja, daar in eerste instantie volledig overheen kon stappen. Hè, omdat ik gewoon die verbinding niet echt kwijt. Uh, ja. of dat ik die verbinding gewoon kwijt was. Ja, ik heb hetzelfde. Ik denk dat het voor mij ook leeftijd is. Dat als je dat het makkelijker ja. wordt als je ouder wordt. En natuurlijk, ja, de kennis die ik opdoe, er ja. zelf erover te schrijven. Maar ik denk ook dat als ik. Uh, uh, dat ik voor mijn dertigste of zo had ik dat soort momenten niet. Uh, en, en, maar ik zou bijna zeggen: als ik ze wel zou hebben gehad, als ik, als ik op mijn dertigste zeg maar echt richting een burn-out was gegaan, dan had ik misschien ook niet op tijd. Nee, dat was je niet te dat, dat heeft ook. Ja, waarschijnlijk wel. Uh, ja het ja, zit er dik in, ja. Maar denk jij, uh, nog even terug naar die emoties: bestaan er wel negatieve emoties? Als in, en bedoel ik eigenlijk dus met negatief... Ik snap wel dat er negatieve emoties bestaan. Ja, als, als, als haat en jaloezie en allemaal. Nou ja, echt een beetje. Maar ja, ze dienen ook hun doel, denk ik dan. Nou, het zijn, het zijn denk ik... Het zijn, denk ik, eh, em dat zijn de, de emoties die, die eigenlijk door het, uh, door het boeddhisme al werden afgekeurd. Ik denk... Um, ik denk dat ze dat het een doel dient, in de zin dat het een soort signaal is. Ja. Maar het boeddhisme zegt, je mag er niet in blijven blijven hangen. Nee, dat nee, is nee. een beetje het idee. Je moet ook ja. niet. Uh, uh, en, en sommige dingen nog wel een beetje. Kijk, een, soms kan een woedeaanval aanval functioneel zijn in, onder bepaalde omstandigheden. Ja, ja, maar ik denk dat boeddhisme vooral zegt haat, jaloezie, dat zijn dingen. Je, als dat even opkomt, dan is dat een soort signaal. Maar daar mag je niet in nee. blijven hangen. Dat is nee. een beetje het idee. Ja, nee, maar het idee is dat je nergens in blijft hangen, toch? Dat, een soort gelijkmoedigheid waarbij je zelfs. Nee, eh, maar verdriet mag wel een tijdje. Ja, dat mag ah, wat precies. langer. Maar ja, ja, dat, dat ja, ja. moet je dan op een gegeven moment als een soort huisgast. Je nee, moet ja. weten wanneer je iemand er weer uitzet. Dat ja, is het. Ja, ja. Nou, ik heb daar wel. Ik, ik vond het heel mooi. Ik heb een, uh, een promovendus gehad een paar jaar geleden, dat was een vrouw uit Indonesië. En haar vader uh, stierf. Uh, die was al vrij oud. Uh, en die, die zei op een gegeven moment tegen mij. Of ik, ik vroeg aan haar. Ik, ik heb haar gecondoleerd. En ik zei: Laat maar even weten. Um, als je weer klaar bent. om op een gegeven moment weer aan het werk te gaan. Maar neem lekker je tijd. En toen zei ze van tevoren al: Nou, tot, tot 14 maart of zo. Heel precies ben ik in de rouw. En daarna begin ik weer. <laughs> en dat vond ik, um, dat vond ik eigenlijk heel slim. Ik, ja, ik, ik weet niet zeker of dat dan lukt. Maar nee. ik denk het eigenlijk wel. Als yeah. je je daarop richt. Ja. Kijk, het is niet van dat je van het een op het andere moment echt kunt zeggen, nou voel ik geen verdriet meer. Want 15 maart zal ze nee. misschien ook wel eens morgens wakker zijn geworden en toch weer even aan die vader hebben gedacht. Maar ik denk wel dat, dat, je, dat je dat tot op zekere hoogte kunt sturen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Maar het is tegelijkertijd, is het inderdaad een beetje, maar dat is altijd een beetje de, de balans. Wanneer wordt het druk en wanneer is het gewoon een prettig vooruitzicht. Hoe zeggen we dat? Of iets om mm -hmm. naartoe te werken. En die scheidslijn is natuurlijk heel dun. Want het kan, ook, het ja, kan ook, het ook gewoon. Dun. Dat moet 14 maart. Moet ik weer. Ja. Uh, ja, nou ja, dan moet je op een gegeven moment bereid zijn ja, om er om... twee weken mee op te tellen, bij <laughs> ja, wijze van ja, spreken. Ja. Dat, dat is zo, ja. 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 Maar het is wel heftig. Uh, dat vond ik een van de heftigste onderzoeken uh, die je uh, naar voren had. Dat uh, mensen, en ik ken het ook wel zelf, gewoon namelijk even met jezelf in je gedachten zijn. Dat. Uh, ...mensen uh, liever zichzelf schokken geven? Ja, vooral jongeren. Dat ja, dat klopt. Okay. Ja, ja, wij kunnen het helemaal niet goed. Nee. 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 En is dat ook iets wat... Uh, ...als het bij jou persoonlijk is... Dat ook, ...heeft de tijd dat geleerd? Uh, hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Want ik... Nou, dit, dit specifieke onderzoek gaat echt dat mensen zonder, zonder iets, zonder ook hun mobiele telefoon in een, in een ruimte worden gezet. En dan, en dan kunnen ze inderdaad uh, die tijd verkorten door zichzelf schokken te geven en zo. En allemaal rare spelletjes ja. te doen. En dat gaan ze dan uit verveling doen, terwijl het heel onprettig is. En de, ja, het, het laat eigenlijk zien dat, dat, we, niet, dat we niet tegen uh, leegheid kunnen. Maar ik denk eigenlijk dat ik dat. Misschien zou ik het kunnen als ik als ik er echt op zou letten, maar ik, ik merk bij mezelf ook wel dat je tegenwoordig als je even een minuut niks hebt, dan ga je op je ja. mobiele telefoon ja, kijken. Precies. Ja. En, en, en ik dat, doe is, dat ook, hoor. Dat, dat is jammer. Ik bedoel, ik kan niet wachten op je boek inspiratie, maar uh, dan zal het toch blijken dat je maar beter een beetje kan landevanter. Oh, en... je mag best heel veel landevanter. Ja. ja, juist ja, toch? Ja, ja, ja. Dan ja, komt het op. Ja, dat je toch? Je, je moet je kop vol stoppen en dan een periode landevanter. Ja. Uh, maar dat landevanter is tegenwoordig best moeilijk. Ja wandelingen maken hè, ja. en dat soort dingen niet, niet de hele tijd op die mobiele telefoon. Nee. Ja, dat viel mij op dat toen ik het onderzoek allemaal deed dat, dat heel veel wetenschappers, schrijvers, al die die maken, die s'morgens werken ze en s'middags maken ze allemaal wandelingen. Het ja. is eigenlijk een heel bijna een vast patroon. En je snapt wel waarom, want dat dat wandelen dat geeft een soort ja licht meditatieve staat ja, waardoor ja, ja. waardoor er toch af en toe wat naar boven komt en en dat is eigenlijk uh, nou, ik wil er toch, en nogmaals, ik, ga, ik weet nu al, dat zei ik je al toen je hier binnenkwam, dat ik je nog een keer ga uitnodigen als je boek inspiratie. Nou, het uh, zal is. september worden. Oh, Oké, okay, nou top. Ja. Maar één klein uh, dingetje, omdat we daar nu zo over hebben, ben ik toch benieuwd naar hoe jij dat ziet. Een beetje de, nou ja, ook weer ja, of het een paradox is, of in ieder geval moeilijk om in balans te houden. Het hele negen uh, leven in het nu. Ja. En dwaalgedachten. Ja. Want het creatieve komt een beetje met dat dwalen. Ja, klopt. Maar ja, uh, ja, leven in het nu is waar je ook gelukkig van wordt. Ja, dat is zo, ja. Uh, dat, dat leven in het nu en dat je daar gelukkig van wordt, dat komt met name... Dat is wel heel oud, hè? dat komt uit het boeddhisme. En, en het, het idee dat je... Uh, uh, dat het tegenovergestelde je niet gelukkig maakt... is vooral gebaseerd op het feit dat, je, dat als, je, als je niet in het nu leeft... dan maak je je vooral zorgen over de toekomst. Overal of je schaamt je voor iets ja, in het verleden. Ja, ja. of ja, ja, ja. Allemaal van dat soort dingen. <coughs> maar je zou dwaalgedachten... dat is natuurlijk ook een... een dat je, je kunt zeggen dat is, dat is ook een manier... Uh, van het brein om gewoon wat orde op zaken te stellen. En, en, en het blijkt inderdaad dat als wij... En niet zozeer ons zorgen maken over de toekomst, dat is ook weer niet goed. Maar als we gewoon een beetje met ons hoofd aan het sudderen zijn tijdens een wandeling ja. of zo, de dat. Die onbewuste processen vaak met hele nuttige dingen bezig zijn. Die zijn juist dan vooral proces, bezig met, uh, ja. Ja, met dingen die je nodig hebt, met creativiteit, met ja, dat soort processen, leggen die, verbindingen uh, leggen. Proces, ja, ja. De, Leren, leerprocessen, uh, geheugenconsolidaties, zoals dat noemen. Zodat je dingen de volgende dag beter onthoudt. Dus die, die, je hebt die afwisseling wel degelijk uh, ja. nodig. Ja. Maar misschien zo, zo, dat is echt wat ik me nu bedenk hoor. Maar het valt mij heel vaak op met muziek dat de beste muziek toch wel gemaakt wordt... op het moment dat uh, artiesten ongelukkig zijn. Ja. Uh, en dat zou dan wel verklaren. Want de kans dat je dan wat minder in het nu gaat zitten... maar toch meer dwaalgedachten hebt... nou ja, dat is een uh, the theoretje van niks, maar... Nee, ik, die spanning zit ook wel in, in, uh, in, in, uh, in dat inspiratieboek... omdat ik daar ook tegenaan liep... dat de meeste uh, mensen, uh, schrijvers bijvoorbeeld... maar ook, ook anderen, die zeggen eigenlijk... Uh, je moet om, om goed te kunnen presteren, moet je eigenlijk een, een, een mild positieve bui hebben. Je moet een soort rust in je hoofd yeah. hebben die het mogelijk maakt om te presteren. Tegelijkertijd zie je dat, dat er. Um dat als je echt kijkt naar het, het hoogtepunt van een carrière... inderdaad van bijvoorbeeld van sommige muzikanten... maar ook wel klassieke muziek. het geldt voor, voor Ian Curtis van Joy Division... maar ook voor Tchaikovsky. Yeah, okay. Dat ze in de meest desperate yeah. tijd eigenlijk ook hun beste... In, in, in het geval van Curtis hun beste teksten schreven en zo. Yeah. Ja, daar zit een soort spanning in. Um, af en toe heb je... Heb je uh, of de laatste paar schilderijen van Van Gogh... Ik denk dat je af en toe mensen tegenkomt die, die geen kunst maken omdat het kan, maar omdat het moet. Ja, het moet en eruit, dat, ja. is het, dat zijn vaak wel de beste dingen. En dat heb je inderdaad vaak als het niet zo goed met je gaat. Of sterker nog, als het helemaal niet goed met je gaat. Ja. We komen hierop terug, maar inspiratie. Die, die spanning zit in dat boek, want dat is lastig. In het. Ja, ja. Dat, is, dat is super lastig. En wat, uh, hoe zit dat in je eigen leven? Je noemde al even mediteren en daar schrijf je ook wel uitgebreid over in Op naar Geluk. Hoe, hoe, uh, nou ja, laat ik, uh, wat is jouw ochtendritueel? Heb je een ochtendroutine? Uh, ik sta over het algemeen uh, vroeg op. Vooral, uh, vooral in de lente en in de zomer. Want ik vind het wel fijn om op te staan als het licht is of bijna licht wordt. En dan ga ik... Uh, maar komt, is het met een wekker of je wordt gewoon wakker? Uh, ik, word, ik word eigenlijk wel gewoon wakker. Hmm. Heel af en toe zet ik een wekker, maar als het moet. Maar, uh, nee, precies. En dan uh, ontbijt ik met wat koffie en dan ga ik meestal een paar uur schrijven. Uh, en afhankelijk van het boek waar ik op dat moment mee bezig ben. En dan lunch ik en smiddags um, ja, dan ben ik eigenlijk bezig met, met, met het geland ervan. Dus ik maak wandelingen ja. soms geef ik mezelf duidelijke opdrachten van ik moet nog een goede titel hebben voor dat hoofdstuk. Of ik, ik heb een goede overgang nodig. En dat dan, bedenk je van tevoren en dan ga je en dan wandelen. Ik wandelen en dan en soms aan. een half uur, soms, soms anderhalf, twee uur. Ja, soms lig ik smiddags ook een uurtje te bank, of ik ga, ja. ik ga een boek lezen. Ja, dus, dus mijn, 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 uh, mijn werken is, is wel verdeeld in een, in een deel bewuste arbeid en een deel ja. onbewuste arbeid, ja, ja. En in hoeverre, ik uh, zag dat gewoon op je website en ik, uh, nou ja, je bent uh, hoogleraar, je bent schrijver maar je bent ook zeker ondernemer. Ik zag drie bedrijven, ja, ik heb, ik heb niet zo'n goed idee wat, het, uh, wat ze doen. Uh, DB? Nou, ze doen eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. We, okay. zijn, we zijn ooit begonnen. Dat, dat, dat is na het slimme onbewuste, uh, waren we met een aantal mensen in, in, de, in de afdeling Sociale Psychologie deden we een onderzoek naar gedragsverandering. Dus hoe kun, je, ja, hoe kun je gedrag veranderen? Niet zozeer van jezelf, van, bij een slechte gewoonte, maar van grote groepen mensen. Ja, ja, okay. Hè, hoe kun je Weet ik veel, hoe hou je stadsparken schoon? Hoe verminder je files? Hoe en dat je... is waarschijnlijk ook weer door juist te richten op het onderbewuste. Precies, dat, ja. dat, was, eigenlijk, dat was eigenlijk de grote, de, de hmm. algemene filosofie erachter. Van je moet niet. mensen beginnen dan altijd bij eerst bewustwording. Nou ja, dat kan soms best helpen. En, <laughs> uh, maar nee, laten we nou laten we het op een andere manier proberen. En dat zijn we. En ik bemoei mezelf niet zoveel meer met dingen hoor. Want, het, want ik ben ik ben wat dat betreft te veel een. Uh, ja, ik ben veel meer denker en schrijver dan, dan echt. Maar we zijn met een paar mensen begonnen. En ik heb wel nog steeds een belang in het bedrijf. En we gaan ook weer, wel weer wat nieuw, nieuwe dingen doen. Maar noem eens iets. Ik moet vooral voornamelijk denken aan van die rare dingen. waarvan je dan achteraf al snapt dat het werkt. Dat je op hang jongere pleintjes klassieke muziek zet. Ja. Uh, maar wat, 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 hebben jullie iets bedacht? Uh, er uh, oh, de, 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 de werken inmiddels 70, 80 mensen. Oh, dus ja. ze, 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 er worden continu dingen bedacht. En, en nogmaals, ik, ik weet het. het ook, ook soms hele ludieke dingen hoor. Dat, dat op een gegeven moment uh, de, was de gemeente Rotterdam. Die, uh, die zagen dat er op de Erasmusbrug heel veel spookfietsers. Ik ken het woord niet, en spookfiets, spookrijders Ja. Wisten wij veel. Maar dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Want dat, dat gaat ja. zo, dus dat gaat soms keihard. En ja, dan komt iemand met een... En dan gaan wij vaak een paar dingen testen... om te kijken van wat heeft de beste resultaat. Want wij, wij kunnen ook menselijk gedrag niet altijd voorspellen. Nee. En dan krijg je in één keer zeg... staat er op de weg zeg boer als je een spookfietser ziet. En het, heeft, het, hielp, het hielp hartstikke. Ja, dus het, soms zijn het echt... gaan we heel erg de diepte. Soms zijn het meer ludieke dingen. Maar het zijn eigenlijk altijd wel... ja, het zijn altijd dingen die te maken hebben met, met gedragsverandering. Dus, 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 dus mensen hebben... gemeentes of provincies of bedrijven... hebben bepaalde problemen of ze willen... Eetgewoontes veranderen, gezonder maken. Uh, ja, nog maar dit is, goed. want ik zei DMB, maar je hebt ook nog Behavior Change Group. Maar dat is bijna dit, denk ik nu. Ja, behavior, ja, op een gegeven moment hadden we, okay. was het, hadden we drie verschillende bedrijven. Happiness en, Lab, ja, ik het ja, de derde Dat, der dat ook ging even meer noemen. over, over hoe, je, hoe je bedrijven uitdaagt om hun, um, om hun mentale welzijn van hun werknemers te vergroten. Maar het, is nu allemaal, het, is, het zit nu allemaal onder de noemer Behavior Change Group. Ah, oké. Okay. Ja. Maar dat vind ik leuk, uh, want dan kan ik de link leggen naar, uh, ik vond dat heel mooi, jouw jou, jou laatste hoofdstuk is wel een soort, uh, nou ja, dit is een hoop wetenschap en dus je eigen mening zit erin, maar dat is wel bijna een soort uh, column, of nee, ik, dit is trouwens het ene laatste hoofdstuk. Over de politiek. Ja. Over de politiek. Ja. En ik vond dat mooi, want je voelde echt een soort passie van, er moet veranderingen komen, er moet, moet gelukskunde zou... Uh, ja, ja. Hoe... Uh, ja, hoe, kan je, hoe kijk je daar nu op terug? Te nou, ik, 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 ik kan wel zeggen dat, dat mijn, mijn doel om daar meer belangstelling voor te kweken in Den Haag is, is nauwelijks gelukt, hoewel je okay. op, op andere. Je ziet wel dat, dat op scholen en zeker bijvoorbeeld hoger onderwijs, wordt er wel veel meer aandacht aan besteed. We hebben zelf ook een cursus uh, geluk in, op, op de eigen universiteit. Maar er zijn veel meer mensen die dat doen, veel ja. meer onderwijsinstellingen. Ja, kijk, ik. Ik, ik denk dan, kijk, het, 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 je zou kunnen zeggen het georganiseerde onderwijs. dat is al heel oud. En dat is eigenlijk ooit begonnen in, in, bij de Grieken met het idee van: hoe moet je nou een goed leven leiden? En, en goed kun je natuurlijk op heel veel manieren uitleggen, maar hoe moet je nou een leven leiden dat zowel voor jouw eigen welzijn als voor de mensen om je heen goed is? En dat is. Je zou kunnen zeggen, het ging, vroeger ging het allemaal over geluk. En, en dat noemden we vooral filosofie. En op een gegeven moment is het helemaal versplinterd. En nu leer je allerlei dingen die je in vervolgopleidingen nodig hebt, zoals rekenen en taal. Nou, yeah. dat is allemaal hartstikke goed, dat moet je natuurlijk ook gewoon doen. Maar waarom breng je niet wat meer terug? Uh, vooral ook omdat, omdat dat. Dat lijkt zo versplinterd. En, en natuurlijk, elke school verenigt 20, 30 verschillende culturen. En, en, ja. Dus waarom breng je die dat niet voor een deel weer terug? Je hoef je niet heel veel aandacht aan te besteden, maar dat je meer uh, aandacht besteedt aan. Ja, hoe moet je nou een goed leven leiden, zowel ja. voor jezelf als voor anderen. En, en, en omdat er zoveel wetenschap inmiddels is. En je, je, dat hoeft niet zweverig of, nee. of moeilijk te zijn. Het is er gewoon. Die kennis hebben we. Dus, ja. dus maak daar onderwijsprogramma's voor. En die zijn er. En ze worden gelukkig steeds meer gebruikt, maar nog lang niet zoveel als ik zou willen. Ik, nee. zeg, ik wil dat elke lagere school in groep 7 en 8 daar gewoon wat aandacht aan besteedt nee, en dan in de middelbare school nog een keer, wat mij betreft. Een zeer loflijk nou ja, ik, ik, Wat ik vooral wel voelde, is dat ik wel dacht in, in jouw uh, update van uh, of geld wel uh, maakt geld wel gelukkig, of maakt geld gelukkig toen dacht ik wel van ja dus is het helemaal niet zo gek dat de overheid daar toch ook heel erg veel hè want dat is uh, was ook een ja. beetje jouw aanklacht dat de overheid eigenlijk voornamelijk bezig is met prestatie en dus geld uh, ja toch ook weer. Daar zit dus wel degelijk ook een beetje geluk achter. Ja, dat is ook zo. Kijk, als je, ik denk dat, ik denk dat de, de overheden zijn natuurlijk heel lang bezig geweest om, te, om, te, om er in de eerste plaats voor te zorgen dat mensen een levensstandaard konden bereiken waarin ze in ieder geval geen honger meer hadden. Nee. En, en dat is stap voor stap verder gegaan. En daar hebben ze in zekere zin ook gelijk in bovendien. Ja, je kan, je, als je geen geld hebt, kan je geen Sinterklaas spelen. Het is, heel, nee. het is een beetje een open deur. Maar um, als, je, als je de economie niet op orde hebt, dan uh, krijg je gigantische problemen. Dat zullen ze in Rusland ook al wel weten. Uh, dus dat begrijp ik wel. Maar je, ja. kunt, je kunt als wel. overheid wel meer doen. Hè? Je, ja. kunt wel, je kunt wel op een gegeven moment oog hebben voor de volgende stap. Er zijn natuurlijk in Nederland. Ik denk dat een heel groot percentage van de Nederlanders heeft inmiddels bijvoorbeeld, uh, zeker, zeker volwassenen, hebben meer geld dan ze nodig hebben voor de eerste levensbehoeften. Nou, dan kun je kun je ook vertellen wat ze wat nou een verstandige manier is om dat uit te geven. Ja, Namelijk tijd, ervaring en, ja, en geluk ja. van anderen. Ja, en, daar, en, en dat is maar één voorbeeld. Ja, ja. Maar ik zou zeggen, doe, doe er in het onderwijs meer mee. Dat vind ik nog steeds. En nou. nog maar, het gebeurt wel hoor. Het gaat langzaam vooruit. Maar niet, niet zoveel als ik zou willen. Maar hoe zie jij dan eigenlijk met. met uh... Nou ja, de onbewustzijnsbril op en de geluksbril op. Hoe kijk jij dan terug? Want ja, laten we maar zeggen dat we inmiddels aan het terugkijken zijn op het beleid met betrekking tot de pandemie? Ehm. Um... Nou, ik, 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 vind het, uh, ik, ik denk dat ik minder negatief ben dan veel anderen. Ik vind dat de overheid vanaf het begin af aan uh, vrij consequent heeft gezegd: het gaat ons om de druk op de zorg. Dat is de bottleneck. Dat bepaalt uiteindelijk. Mensen het is niet zoals Nieuw-Zeeland, mensen mogen hier wel ziek worden. Ja. Maar als het in de zorg uit de klauw loopt, dan moeten we ingrijpen. En dat hebben ze redelijk. Consequent gedaan, en uh, er, er werd wel veel gejojood, maar je kunt ook zeggen: ja, uh, je, je kunt de toekomst niet voorspellen. Ik denk nee. dat wij twee nee. jaar geleden dachten. Van, uh, toen begon het van, nou ja, oké, okay, en dat, dat ik was nog even dat gaaf om mee, om mee te jaar, maken. En, ik, hmm? ik, dacht, ik dacht nog even: ik vond het wel even gaaf om mee te maken. Ik ja, dacht, oh, een weekje in een lockdown gaaf en ervaring ja, precies, erbij. Ervaring erbij, <laughs> ja, en we gingen er niet vanuit dat het minimaal twee jaar zou duren. Nee. Uh, maar het is: het is een, uh, het is behalve een economische slijtageslag, is het ook psychisch wel een slijtageslag. Dat bedoel ik geworden. eigenlijk. Dat en vind en ik... ik precies. Dat, dat, is wel, dat is wel een issue, hoor, vind ik. Dat dat uh, sommige mensen de, de eenzaamheid was een heel groot probleem en nog steeds onder jongeren en onder studenten, uh, de me, de, de, met name de eerstejaarsstudenten die bijvoorbeeld een heel nieuw leven op moesten bouwen, ja dat ga je dan doen tijdens, met, met online onderwijs, dat, dat, dat werkt allemaal niet goed. Uh, dat moet je niet allemaal de overheid aanrekenen natuurlijk, maar dat, dat is wel een slagveld. Ja. En ik, ik zie nu, nu nu komt de volgende epidemie eraan. Dat is weer dat gaan de al die burn-outs in de zorg, ja. in het onderwijs. Dat gaat enorm. En dat is, en het is nu een beetje. Ik, ik, ik uh, ben ook wel positief gesteld dat ze sowieso gedaan hebben wat ze konden. Dus en ja. het is nieuw. Dus uh, uh. ja dat ook. Ja. En, en dan kunnen we nu een beetje de, hoe heet dat de koen second kijken. Nou, goed, maar. Toch dacht ik wel ook, uh, nou ja, met, met, met jouw bril op vanuit de overheid meer bezig zou moeten zijn met geluk. Ja, dat is in ieder geval, die bril hebben ze in ieder geval zeker niet opgehad. Nou, het, ik, ze hebben het een beetje opgehad in de zin dat op het moment dat er lobbygroepen uh, heel stevig keer gingen uh, over bijvoorbeeld het feit dat het met, met middelbare scholieren en studenten zo slecht Mm -hmm. ...gaat, ging. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat Rutte dat wel erkent. Maar... Um, ...en dat ze ook wel iets willen doen... ...dat ze bijvoorbeeld, dan, dan zeggen ze... ...oké, okay, dan krijgt het hoger onderwijs prioriteit... ...dat mag weer live. En yeah. dan zijn andere sectoren... ...zijn dan weer de bok. En ja, ze moesten... ...elke keer afwegingen maken. Ehm... Um, Nee, want het is, het is nee. inderdaad een bril die ze niet van nature op hebben. Nee. Dat klopt wel. Dat, dat merk je wel. Dat, dat, dat is toch iets wat, wat, waar je ze echt, waar je bij wijze van spreken acht keer over moet beginnen. En dan zeggen ze op een gegeven moment ja. Terwijl in die end, ook financieel gezien, uh, het gek genoeg, misschien wel toch, ja. Het, uh... Het belangrijkste is om je op te focussen. Want als mensen gelukkig zijn, dan zijn ze beter in staat om. Uh... Ja, het is ook, een, het is een, het is ook een, een deel van een buffer tegen echt grote problemen. Ja, ja. Gelukkig. Nee, ik, ik, we moeten het zien de komende tijd. Maar ik denk dat wat je natuurlijk vaak ziet. In dit soort situaties is dat mensen op het moment dat het allemaal nog niet zo goed gaat, uh, zitten, zitten voldoende spanning in hun lijf om het allemaal vol te houden. Mm -hmm. Maar op het moment dat er dan ontspanning intreedt, zoals dus nu, dan zie je in één keer dat er toch heel veel stress en Loskund. ellende is opgebouwd. Ja. In de zorg zie je dat al lang. Want daar zie je, daar is ziekteverzuim heel hoog. Maar ik denk bijvoorbeeld dat nu dat dat nu in het onderwijs ook veel meer komt en ja, uh, en ja dat en en waarschijnlijk nog veel en dan het, natuurlijk de sectoren die die zo die echt economisch hard geraakt zijn die horeca die hebben allemaal enorme schulden gemaakt. ja ja ik zie dat toch wel en van. hoe heb je dat uh, zelf ervaren want je bent iemand die graag uh, reist uh, dus dat, want dat 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 moet ook even een ding geweest zijn nou, eerlijk gezegd, nauwelijks. Ik, oh. ik, ik ben natuurlijk, ik ben, ik ben bijna fulltime schrijver. Dus dat, dat, dat thuiswerken, dat, 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 ken maar, je wel. Dat, dat kende ik wel. <laughs> en um, ja, ik ben vorige zomer gewoon in Sri Lanka geweest. Het was een hele rare ervaring, want er was verder niemand. We waren de enige toeristen, dus je hebt het hele land voor jezelf. Wij hebben wel, we hebben wel wat concessies gedaan hoor. Uh, maar dat deden we eigenlijk toch al. Omdat, omdat nou ja, we weten inmiddels dat vliegen toch al erg slecht is voor het milieu. Dus daar moet je ja. ook niet te luxe mee omgaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat wij niet eens zo heel veel. Ik heb eigenlijk toch wel twee keer een normale zomervakantie ja, gehad. Ja, ik Ben ja. ver weg geweest. Ik ben dan naar Bonaire geweest, ook nog een keertje. Wat is, uh, dit uh, gaat even uh, off-track uh, Koekeroen, maar ook weer niet. Want het is een ervaring. En, en dat is dus belangrijk voor het geluk. Is uh, Bagan nog steeds de mooiste plek om naartoe te gaan? Bagan, ja. Of Bagan, sorry. Ja, ja nee, dat ik okay. Ja. Ja, het is wat mij betreft nog niet overtroffen. Nee, oké. Okay. Ja. Als je hey, zegt mooi, gewoon puur. Ja, ja zeker. Ja. Wat mij wel heel erg trok, maar ik snap dat dat uh, in wezen niet zo'n heel mooi land is, of in ieder geval. De, maar ook weer met betrekking tot geluk, is dat Bhutan. Mm -hmm. Dat is wel. Ja, het fascineerde me ja ja Tegenweest? nee maar zoals jij ja. erover streef ja ja ja, ja. en toen is... begreep ik later ook wel dat het ja, uh, toch minder vrijheid heeft dan je denkt want er is niet eens persvrijheid maar ja vanuit een geluksperspectief dacht ik nog ja misschien is persvrijheid uh, ja ook wel een beetje overrated want ik merk dat ik uh, nou, zeker de afgelopen uh, maanden ook wel een beetje een struisvogel zelf ben geworden en gewoon gedacht ja. heb nou uh, dit 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 Hè, met de stoïcijnse gedachte: ik kan hier niks aan doen, dus waarom zou ik uh, me, me ermee. Uh... Ja, ik weet ook niet of, of persvrijheid daar, uh, hoe je die daar moet, moet plaatsen. Kijk, ze, 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 de, de koning heeft op een gegeven moment gezegd: we willen uh, ons richten op bruto nationaal geluk. En ja. toen zijn er stapsgewijs allemaal democratische hervormingen ingevoerd. Maar de reden dat, het, dat ze, volgens mij, dat ze dat nog niet helemaal op het niveau hebben dat wij in het Westen normaal vinden... is misschien ook wel dat ze vinden dat mensen er gewoon aan moeten wennen. Dat je dat niet te snel moet doen. En dat is nog waar ook. Ja. Kijk, je kan natuurlijk zeggen... als je, als je daar de pers opengooit... En, en een journalist zou de koning bekritiseren... dan heb je best kans dat die koning dat zelf helemaal niet zo erg vindt. Maar die bevolking, die trekt dat helemaal nee. niet. Dus je moet... Je, als je dat echt allemaal niet ja. gewend bent... Ze, die mensen hebben nu twintig jaar televisie. Het is het laatste land in de wereld dat televisie kreeg. Nou, ik raad het je echt aan. Want het is... Het is ik vond het ook heel gaaf. Het is ook, het is ook een beetje een, een naïef sprook land ja. ergens, maar, ik, maar zijn ze gelukkiger? Denk um, ik? er zijn van die onderzoeken natuurlijk altijd. Ja, het is heel ja. erg lastig, hè? omdat je, omdat je voor ze zijn zeker niet, niet gemiddeld uh, gelukkiger dan dan uh, dan echt gelukkige landen, bijvoorbeeld in West-Europa. Maar uh, want je hebt elk jaar de, de, ja, die, die, die ranglijst. Yeah. Yeah. Uh, maar dan zou je ze eigenlijk moeten vergelijken met de landen eromheen, en dan zijn ze wel iets gelukkiger. Alleen dat is ook weer lastig, want Bhutan is geen India, is geen Nepal. Uh, ik ben geneigd om te zeggen, ja, het helpt wel iets. Ze, zijn er, ze, zijn er, ze nemen dat echt wel serieus. En ze zijn, wat, wat waar het in ieder geval toe leidt, is dat je bij elk wetsvoorstel heel goed nadenkt over wat doet dit met ja, mijn mensen? Met betrekking met tot geluk. Ja, ja met betrekking tot ja, geluk. Ja. Nou, ja. Dat, 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 is, hè, dat is het tegenovergestelde van Poetin, die, die eigenlijk daar nooit al zal denken. Aan andere mensen. En wij zitten er allemaal tussenin. En Bhutan zegt nee, bij elk wetsvoorstel, elke maatregel gaan wij nadenken. Over wat het doet met het geluk van mensen. Maar er zit met allerlei mooie dilemma's. Dus ze willen hun cultuur ja. beschermen. Dus moeten scholieren en mensen die voor de overheid werken, die hebben klederdracht. Ja. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment wel tv. Dus ja. die, die, zeker de pubers, die, die, willen. Die, willen, die wil een keer wel wat anders aan doen. Weet je wel? Ja, hoe, dat is, ik heb met die minister gepraat, minister van, van Geluk. En die, uh, ja, die, dat zijn echt van die dilemma's waar ze, niet, waar ze echt niet goed uitkomen nog. Jij noemt Poetin nu, het wordt bijna. Uh, maar ik ben toch even benieuwd, hoe kijk je naar de situatie in Oekraïne? Want je bent er ongetwijfeld geweest. Ja, nou niet eens zo heel erg lang. Ik, ik heb ooit een. Uh, ik ben ooit naar naar Azerbeidzjan gevlogen. En toen had ik zes uur op onthoud in Kiev en toen ben ik naar het centrum gereden. Wat ik me nog herinner is dat er onder dat was in 2015 toen had Poetin Krim al bezet en toen onder het Maidan, onder het grote plein waren allemaal tunnels van die looptunnels en daar zaten souvenirwinkels in en die verkochten allemaal playrollen met Poetin erop. Ja, dus ik heb mijn rolletje nog wel ergens staan. Rijspularia, maar. Oké, okay, ja, dus, het... dus daarmee zeg je wel, dat, want ik heb echt totaal. Dat zat er al wel echt allemaal in. Nou, ja. hij had toen de krim al ingenomen. Ja, ja, en okay, in het ja. oosten waren er al separatisten. die hadden toen ook een jaar eerder de MH17 uh, uit de lucht uh, geschoten. En dat was ook wel even de redenen dat het heel makkelijk was voor mij om, om met die korte tussenstop naar het centrum van Kiev te gaan. Want dat hele vliegveld was uitgestorven. Daar vloog ja. eigenlijk nog niemand op. Uh, maar even los daarvan. Ja, nee, ik vind, ik vind het afschuwelijk wat ja, er nu gebeurt. Het is ongelooflijk ja. het, wreed. Het is, 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 is ongelooflijk bot. Hij is nu ook niet meer met militaire doelen bezig. Hij is die, die, die ene stad, Mariupol, is die gewoon random aan het bombarderen. Om zoveel mogelijk wanhoop te zaaien. Uh, en hij doet het met allerlei onzinnige, stomzinnige ja. voorwensels. En we stoppen ermee op. Uh, dit ja, onderwerp. Want dat is niet je podcast. Ik, nee, nee, en ik wil het ja, ook tijdloos bent. laten zijn. En ik word er helemaal ja. kriegelig van. Maar ik begon er zelf over. Sorry daarvoor. Ja. Maar wel nog even over het reizen. Uh, jij zegt. Uh, of misschien koot uh, je iemand anders. Reizen gaat niet over jezelf vinden. Wat er al vaak wordt gedacht. Maar eigenlijk hmm. over jezelf kwijtraken. Nou, ik denk. Ik, misschien moet ik het nuanceren. Ik denk dat voor veel jongeren. is het meer jezelf vinden. En als je wat ouder wordt. meer jezelf kwijtraken. Hoewel dat een beetje. Hmm. oude lullerig. Peter. Maar. maar ja, ik. Ik. ik, ik, ik um, um, ja, ik, heb, ik merk dat wel. Dus, dus reizen kan natuurlijk best je, je met bepaalde dingen confronteren. Waardoor je iets meer over jezelf te weten komt maar ik vind het heerlijke van reizen juist dat je dat je de kleine lullige beslommeringen van thuis dat je die vergeet het is ja. alsof je een soort geestelijke bagage dat hè, je, je hebt je koffer die zet je op de goede band en je hebt wat lullige geestelijke bagage die zet je snel op de verkeerde band en, en jij gaat naar, naar <laughs> Japan en die, en die rotzo, die gaat ergens naar, naar Argentinië en, die, en pas een paar maanden later zie je dat weer een keer terug dat is voor mij ook reizen ja. 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 Gewoon ook wel back to basics. En is dit ook wat je bedoelt? Ik vond het een mooie term, euforische ontstemdheid. Ontheemd. Ontheemd. Ja. ja, nou ja, dat, dat is een beetje. Dat is wat minder wetenschappelijk. Maar op een gegeven moment kwam ik, was ik in Delhi. En toen. En toen. Dat is, en ik had. Dat was wel het meest uh, drukke en chaotische. wat ik ooit had meegemaakt in Old Delhi. En toen voelde ik het. Heb ik daar een paar uur rondgelopen. En aan het eind van de middag had ik het gevoel dat ik gewoon. Ja, ik was gewoon stoned. Ik was mm. gewoon high. Zo voelde het. En ik denk wat is hier aan de hand? En toen ben ik dat gaan analyseren. En ik weet het niet helemaal zeker, maar ik was, waar ik op uitkom, is als je, je, je jezelf echt bombardeert met stimuli. En met, met dingen die beelden, je niet kent, ja, ja. nieuwe beelden. Ja. En, je, en, je vindt het, en je vindt het niet bedreigend, het is niet vervelend. Ja dan krijg je vanzelf een soort, uh, soort, soort high gevoel. En dat uh, helaas verdwijnt het na een dag of twee weer. Maar ja, aan de andere kant, dat hou je ook niet vol. Nee. Want het kost on, ook ongelooflijk veel energie. Maar toen ben ik daarop gaan letten en toen, toen merkte ik dat ik het. Als ik dan weer een tijd thuis ben, of in ieder geval in het, in het rustige Westen, en ik, ik doe weer een keer zoiets, dan heb ik dat in het begin weer. En ja. ik vind dat een heerlijk gevoel. Ja. ja. Nee, ergens in de verte. En ik, nou, ik bedoel, ik wil het niet vergelijken. Maar daarom was ik wel benieuwd of jij in je ochtendroutine. of misschien doe je het uh, later of helemaal. Dus niet, ik denk dat jij meer wandelt dan. Maar dat is in het klein en, en wat minder euforisch. Uh, maar. Wat, wat meditatie voor mijn gevoel wel kan doen. Namelijk gewoon, dat is wel echt ja. in het nu zijn. Wat je met reizen eigenlijk Ook hebt. juist hebt. Want ja. dan ben je, dat, je bent alleen maar inderdaad aan het kijken om je heen. Nou, ik, ik, uh, ik heb heel lang gemediteerd. Ik doe dat nu niet meer, maar dat de, ik heb die functie overgeheveld naar die wandelingen yeah. die ik elke dag maak. Het, het, het heeft behoorlijk wat raakvlakken. Ja, zeker. Ja, ja het, is, het is soms een. Ook, ook voor als je, als je, als je, moet, als je iets creatiefs doet, hè, dat, dat, dan, dan is het toch vaak. Het is een soort afwisseling tussen jezelf. Een beetje bombarderen en opschudden en, en nieuwe dingen waarnemen. Ja. En dan weer de rust zoeken, zodat het allemaal in je achterhoofd kan, kan sudderen. En die afwisseling is heel belangrijk. Ja. Ik ben benieuwd, want jij bent dus, uh, nee, los van het feit dat je zelfschrijver bent en ik een aantal boeken hebt geschreven, uh, nou ja, ook iemand die dus veel leest. Mm -hmm. Dus uh, ik ga weer even. Ik, altijd al voor die boeken begin moet ik plassen, maar ik zie dat jij ook alweer een refill kan hebben. Maar we gaan naar de vraag wat zijn voor jou uh, vandaag dat zij er van tevoren wel bij vind ik mooi omdat dat is altijd even een tijdsbeeld maar uh, wat zijn vandaag voor ja. jou de meest drie inspirerende boeken in uh, nou ja het leven van Huis? ja ik ben benieuwd oké okay. <laughs> maar het zouden de dertig kunnen zijn ja, ja nee ik begrijp maar goed de, de, ik, ik, de drie die je nu te binnen schieten ik ben heel benieuwd ja ja ik want um... las je even voor mijn idee is dit al van, van kinds of aan dat je uh, nou ja. hier uh, mee bezig was? Ik, uh, ik heb wel altijd veel gelezen. Ik denk in de in tweede helft van de middelbare school wat minder. Dat is ironisch genoeg, omdat het dan even moet zijn. Ja, hè? Dat, 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 dat ken ik helemaal, ja. Uh, <laughs> en dat is niet dat ik het schoolsysteem dat kwalijk neem, hoor, want uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar ja, um, ja ik heb altijd heel veel gelezen en. Uh, uh, en dat, dat, ik, ik lees ook altijd al vijf boeken tegelijk. Ja, ja of, of in ieder geval drie. Maar dat is, vaak ook maar dat is niet alleen maar wetenschappen, dat is ook fictie, romans, uh, toestanden. Ja, ik, ik lees boeken over schrijven, ik lees uh, oh, ja. romans, ik lees reisboeken, ik lees wetenschappelijke boeken. Uh, het is alles door elkaar. Ja, en het is ook een beetje afhankelijk van waar ik op dat moment mee bezig ben. Als ik een wetenschappelijk boek uh, schrijf, dan lees ik natuurlijk meer wetenschap. En als ik, als ik een roman aan het schrijven ben, dan. Uh, dan ben ik daar weer meer mee bezig dan lees ik ook liever romans van anderen hoewel het ook altijd heel erg kan afleiden hmm. omdat je continu ideeën hebt Zo, ja. oh, hier moet ik iets mee nee um, duidelijk oké okay, nou welke drie ja. boeken nou, je vroeg volgens mij van welke welke echt invloed hebben gehad en toen dacht ik nou dat dat is eigenlijk wel een mooie um, ik, zeg, ik zeg niet eens dat het de drie beste boeken zijn maar nee. wel die invloed hebben gehad de, de eerste is uh, de Great Railway Bazaar van Paul Theroux. Dat was. Dat was ik heb, denk ik, in mijn leven nu een paar honderd reisboeken gelezen. Maar dat was volgens mij de eerste. En dat is een boek al in de, uit de jaren zeventig. van een Amerikaan. die later heel veel reisboeken heeft geschreven. Die gaat met de trein helemaal door Azië. Uh, en dat, dat. toen dacht ik. Um, Wauw, dat, dat wil ik later ook. Dat, dat heeft wel de reiziger in ja, mij denk ja, ja. ik heel erg. Ik, ik, ik hield al van, ik vond het al geweldig om op vakantie te gaan in Italië als kind. Maar dat heeft het voor mij heel, heel erg versterkt. En toen, toen kreeg ik ook de ambitie om zelf een keer zo'n soort boek te schrijven. Zo'n lekker dik vuistboek, vuistdik reisboek. En dat heb ik in 2019 gedaan, ja. In wegwee. wegwee, ja, fantastisch hoor. Ik, uh, gewoon meer over Azië, Centraal-Azië. Iran onthutsend. Nou ja, dat is uh, ja. een heel mooi reisboek. Uh, de tweede. En dat... Maar nog, sorry, nog ja. even dan over de. Want ben jij dan op het moment dat je hè, Jouw laatste trip is Sri Lanka geweest. Lees je dan reisboeken over Sri Lanka of doe je dat juist niet? Ja, dan lees ik er wel één of twee van tevoren. Ja. Ik vind het leuk om wat meer te weten voordat ik ga. Als ik, als ik er niet. Als ik erover zou schrijven, lees ik nog veel meer. Want. Um, ja, dan uh, ja, een, dat is een le reisboek wordt beter naarmate je meer weet van wat je ziet, hoewel het ook nadelen heeft hoor. Het, het is kan natuurlijk ook wel heel leuk zijn om gewoon volkomen daarom zo'n... Zo uh, ja. Um, ja, nee, maar ik, ik, ik heb uh, over Sri Lanka heb ik één of twee boeken gelezen, niet zo heel veel van tevoren, nee. maar wel wat. Ja. Oké, okay, boek twee. Dat is Consciousness Explained van Daniel Dennett. Ja, dat dat is een dat is een eigenlijk een hij, zei, hij zelf noemt zichzelf een bewustzijnfilosoof, volgens mij. Die heeft in de jaren 80 en 90 vooral allerlei boeken geschreven over het brein en over bewustzijn. En ik denk dat hij de eerste was die. die um, nou, weet ik ook niet of hij de eerste was, maar, maar hij heeft een heel eh, invloedrijk boek geschreven. waarin hij eigenlijk het, het bewustzijn neerzette. Ja, als een, als een soort epifenomeen van we hebben het niet nodig. Hij was, hij was vrij extreem. Sommige mensen zeiden van hij had het boek niet Consciousness Explained moeten noemen, maar Consciousness Explained Away wegwezen. Ja, ja, ja. Um, maar het is een beetje. Ik denk dat dat. Hij is het een gehad... beetje de tegenhanger van Freud eigenlijk helemaal. Nou, dat zou je, dat zou je, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat, goed, dat is, dat is natuurlijk veel later. Ja. Het is veel later gebeurd. Uh, maar, hij, maar we hebben het net gehad hè, over het beeld van, de, van het bewustzijn als een persvoorlichter. Ik denk dat dat, dat dat was. Dat begon eigenlijk een beetje. Ik denk dat hij de eerste was die daar een heel invloedrijk boek over schreef. En dat was voor mij wel een. Uh, ik las dat volgens mij ongeveer tijdens mijn afstuderen. En dat was voor mij wel een reden om... Uh, nou, niet om de wetenschap in te gaan, maar wel om, um, om dat ook te gaan onderzoeken. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Met, met het feit dat al die onbewuste processen veel belangrijker voor ons zijn... dan, uh, dan, ze, dan dat veel mensen denken dat ze zijn. Ja. Uh, en dat, dat voedde dat idee heel sterk. Nou, laat ik daar maar... Ik hoop dat je er in je inspiratieboek op terugkomt. Eh, want we, ik, ik, ik realiseer me dat ik nog één vergelijking... Nog niet verteld heb, die ik met veel plezier gelezen heb over het bewustzijn en het onbewustzijn. Dat is namelijk het, het verschil in, in lamp. Uh, dus ja. als ik het goed. Nou ja, jij kan het beter uitleggen. Ja, dat als je, als je probeert heel bewust naar het onbewuste te kijken. dat is net zoiets als, een, als met een zaklampje nee. donker zoeken. Bedoel die, nee, nee nou, dat bedoel je niet. Bedoel die niet. Nee, 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 nee. Ik bedoelde meer dat als het gaat over nadenken en dingen die op het puntje van ja, je tong liggen. Focussen. en dus ook creatieve. Ja, precies. Ja. Dus dan is het bewustzijn. Ja, snap wat je bedoelt? Ja. Ja, dat zit ook in het nieuwe boek. Ja, dat idee is dat als je. Als je probeert met bewust nadenken iets te vinden, dan ben je eigenlijk heel gefocust en heel erg gericht. En, als je, en je onbewuste is ook bezig met, met dat soort zoekprocessen, zou je kunnen zeggen. En dat is wat minder gericht, wat meer speels en heel breed. Dus, ja. gaat alle dus je zonder. ziet het minder helder, maar het is wel veel meer. Ja, ja en die afwisseling heb je nodig. Dus, dus, dus je, je, je onbewuste kan ook heel veel dingen met elkaar verbinden en in één keer met een briljant idee komen. Maar daar heeft het soms wel heel veel tijd voor nodig. you <laughs> En dat, dat, daar kun je met je bewustzijn, kom je daar niet op. Nee, omdat je dan alleen maar. Ja, dan uh, zit je veel te smal. Uh. Ja, nee, ja. Dat, dat is zeker een belangrijk, een belangrijk punt in dat, in dat inspiratieboek. Ja. Ja. Oké, okay, uh, je laatste boek. Laatste boek. Dat, is, uh, 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 dat vond ik nog wel de lastigste. Maar dat is voor nu. Ik heb, ik heb voor het inspiratieboek heel veel uh, biografieën gelezen. Ja. En dat, dat komt ook wel. Nou, punt één vind ik dat heel leuk om te doen. Want die zijn op, op zichzelf weer inspirerend. Maar ook wel omdat er natuurlijk wat minder wetenschap over dit onderwerp. Heb, is dan over sommige andere dingen waar ik over geschreven heb, en ik zou er wel tien kunnen noemen: van Einstein tot Martin Luther King tot, tot weet ik het, John Lennon. Wat ik misschien wel de leukste vond, is ook wel omdat het een van de eerste was die ik las was van Steve Jobs. Ah. Nou ben ik helemaal niet zo'n fan van de man Steve Jobs, maar ik vond het een opmerkelijk boek omdat hij um, niet, niet, niet alleen zijn gedrevenheid, maar hij was ook heel goed in het um, en dat heb ik wel een beetje daarvan geleerd. Hij verspeelde geen tijd aan dingen die hij niet belangrijk vond. Hij nee. was zo. Dat, die focus vond ik zo. Ja. En, dat zei, en inmiddels weet ik dat dat eigenlijk voor iedereen geldt die heel veel bereikt. Ik heb voor mijn boek ook Pieter van der Hogeband geïnterviewd en dat soort mensen. Dus. Uh, maar dat was voor mij wel een eye opener van, van stel heb, kijk wat je doelen zijn en doe vooral dingen die in dienst staan van die doelen en ga ja. niet te veel tijd verspillen met anderen en dat geeft ook een ja dat is meer die focus op die manier maar tegelijkertijd en daarom vind ik vind een beetje dat je, egocentrisch dat nou, ja, maar hebben is niks maar. mis mee maar het, 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 je zou als je dus ook weet hoe belangrijk het is nog steeds die wandeling moeten maken. Ja, ja, ja. Maar dan staat een wandeling ook in dienst van wat je doet. Exact. Nee, ik heb, bij, mij is het, bij mij is het dan bijna alles. Ik kan ook. Uh, nou, ik vertelde je al. Uh, ik denk dat voordat we begonnen, dat ik een maand in Manchester heb gewoond. Dat, dat staat wel voor een heel groot deel in dienst van, van wat ik op dat moment aan het ja. schrijven ben. Dat is ja. geen vakantie. Nee. Uh, dus je kunt nog steeds allerlei gekke dingen doen. Maar het, het zorgt ervoor dat, dat je. je het geeft een soort, je zou kunnen zeggen, een soort gevoel van zin aan het leven omdat alles in hetzelfde narratief past. Laat ik het dan maar zo zeggen. En dat, dat vond ik, dat vond ik eigenlijk heel gaaf. Ja, dat, dat hoe die ik daar het... in de garage en uh, ja. ja, nee, en, ja. En, en het is eigenlijk juist als je leest, als je dat leest bij iemand die die als persoon niet zo sympathiek is, nee. is dat, werkt dat misschien wel overtuigend. Ja. 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 ja, snap ik. Ik vond het wel. Uh, ja. Leuk. Uh, wanneer komt inspiratie? Hoe heet het boek eigenlijk? Inspiratie. Oké. Okay. Ja, we, weinig inspiratie begrijp ik <laughs> voor de titel. Ja, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk. Nee, soms. Weet je, weet je, dat heb ik ook gemerkt bij boeken. Er zijn twee manieren om op een titel te komen. Eén is dat hij er meteen is. En ja. dat is meestal ook goed. En één is dat hij er niet meteen is. En dan blijf je een beetje duwen en trekken. En dan kom je met allerlei verschillende dingen. En uiteindelijk kom je natuurlijk wel met een titel. Want je moet een boek een keer uitgeven. En dan is, maar dan is het hem soms toch ook net niet. En is er wat ik zie nu. Uh, en inspiratie is het gewoon. Er zit wel ondertitel. Ja, ik wil dan het hoeven, zeggen. Hoe we hoeven tot grootste prestatie. Komen. Ah, oké. Okay. Ja, want inspiratie zelf is een beetje kaal, inderdaad. Maar hoe we tot grootste prestaties, prestaties komen. komen ja. Ja, ze Bel, wel, wel, een... wel. Ja, nee, precies. Het slimme onbewust is denken met gevoel. Wat ik heel mooi vind. Op naar geluk, psychologie van, een, psychologie van een fijn leven. Ja, misschien heb ik gewoon een verkeerde associatie met het woord prestatie. Want het voelt weer gelijk als een product. Maar nou ja, ik ga het sowieso lezen, dan maak je geen zorgen. Snap ik wat ik bedoel? Ja, ik geloof, ik geloof dat dat een van de dingen was die, die, die de redacteur ook zei. We hebben uiteindelijk een soort compromis. Uh, <laughs> okay. Maar met grote presta hoe een brein tot grote prestaties komt... Nou ja, het product is inspiratie. En ja. inspiratie in de vorm ja. van goede ideeën, goede... Maar je mag... Ja, goe goede, goede muziek. Ja, je ja. kan het een product noemen. Het is noemen. een prestatie. Ja. En de, de, ja. uiteindelijk is het een prestatie. Nou, nou, ik snap wat je bedoelt, ja. Um. Het is een wat gekke vraag, maar je bent daar wel ook mee bezig in op naar geluk en onbewust, nou ja, Als mens ben je er gewoon mee bezig. Hoe spiritueel ben jij? Ja, dat is, dat is een beetje hoe je het, uh, hoe je het definieert. Ik, ik, uh, ik ben natuurlijk als wetenschapper eigenlijk best nuchter. Ik ben niet. Ik, ik, ik hou niet, ik ben niet zo bezig met, met uh, dingen die. Uh, die andere mensen al snel als uh, zweverig zien. Aan de andere kant, ik neem, uh, ik, ik neem dingen die de mentale gezondheid, mijn, mijn, talen, mijn eigen mentale gesteldheid ook maar geldt, maar ook voor anderen ja. die daar in potentie iets mee kunnen, neem ik heel serieus. Ik ben, niet, ik ben ook niet iemand die snel dingen afserveert. En ik zei al, ik heb, ik heb ook een aantal jaren echt, uh, echt wel, wel uh, trouw, een paar keer per, in zelfs twee keer per dag, En later een paar keer per week gemediteerd. Ja. Ik loop ook niet snel voor dingen. Weg of zo. Nee, omdat het, ik vind het mooie dat uh, jij wel net als wetenschapper, uh, zeg ik dan maar even, uh, toegeeft dat over het, het subjectieve waarnemingsgedeelte ja. nog steeds weinig weten. En dat is, ja, je legt een vergelijking met het universum, het onverklaarbare, ja. Misschien is dat wel juist waar, waar, nou ja, waar spiritualiteit over gaat. Nou, ik denk het wel. Ik, ik, eh, of in ieder geval, daar zou het over moeten gaan. Goede yeah. spiritualiteit zou er over moeten gaan. En dat, dat ja hoor, dat, dat geloof ik wel. Ik. Uh, um ik, ik, ik kijk bij, ik ben, ik ben, ik, ja, ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb, ik heb soms wel de sceptisch van een wetenschapper, maar ik, 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 ik denk wel over dingen na voordat, ja. ik, uh, voordat ik, ik ga nieuwe met dingen meteen afserveren of zo. Maar heb je uh, vanuit nieuwsgierigheid, ben ik gewoon benieuwd, ook daarin, want je hebt echt al reizen gemaakt op plekken dat ik ook denk, ja. Heb je nog, en ik weet dat je van whisky is, geloof ik niet wel. Ja, nee. de, ja. Maar heb je dingen als ayahuasca of paddenstoelen of... Uh, uh, ik, ja. heb, ik, heb, ik heb best veel geëxperimenteerd met allerlei drugs. Maar ik, ik, ik weet niet of, de, of ik dat spiritueel zou Nee, nee, zou nou, dan meer, maar dan als je het zo noemt. Creatief is het ja, meer ja, ja, in mijn ja, ja. geval geweest. Maar ook omdat ik dat wel vooral, dat soort dingen uh, deed toen, toen ik wat jonger was. Maar... Nee, maar niet op een manier om inzichten te krijgen. Of... Nee, ik kan me herinneren dat ik wel ooit uh, in. Uh, ik, ik, ik geloof dat ik. Ik, geloof, ik denk dat ik dat in Winniereis gek wel heb geschreven, maar dat weet ik niet eens meer zeker. Maar dat, dat, dat ik. Mijn vriendin heeft van plan waren om in Daramsala tien dagen in, in retraite te gaan. Zo, en dat we ook echt. En, en, en dat je heel veel mediteert. Een uurtje per dag les krijgt. En, en niet mag praten. En ook gescheiden wordt. Want de mannen zitten bij de mannen. En de vrouwen zitten bij de vrouwen. En dat ik uiteindelijk toch uh, besloten heb om dat niet te doen. Dat, dat, en dat was toch een soort. Nou ja. Sterker nog, we zijn, andere, we, zijn, we, zijn, we zijn toen op een, op een, uh, op een veel lichtere driedaagse retraite gegaan. Mm. En na anderhalve dag werd ik helemaal gek van. En toen ben ik weggerend uit, uh, uit dat. Ja, wat eigenlijk een boeddhistisch klooster. Yeah. Dat het was. Jij ja, had je ook jezelf liever schokken willen toelienen op het moment eigenlijk. Ja, ik merkte dat ik dat. dat <laughs> maar dat, nou ja, dat is wel een mooi voorbeeld van hoe je toch, um, om het maar even die te hoe je toch dichter bij jezelf komt. En dat reizen dus ook wel degelijk yeah. te, kan betekenen. Ik, ik leer, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik toen bevestigd kreeg, is dat ik een in psychologische termen een gigantische autonomiebehoefte heb. Je ik, ik moet echt gewoon, je moet Kunnen mij niet doen. vertellen: nee, om zeven ja. uur gaan we mediteren, om kwart voor acht krijg je nee, thee, ja, om negen uur krijg je ontbijt. Want dan ben ik net een hoofdstuk in een boek aan het lezen. Nou, Donderop, ik, ik ga verder. En ja, nee. ook, ook totaal ongeschikt voor, voor vaste werktijden, negen tot vijf. en... Um, Nee, dat is duidelijk. Dus je leert eigenlijk, wat je ook doet, je leert altijd. dat is ook goed. Dat is het mooie. Ik heb één ding, ja, soms, nou zei ik al, begrijp ik mijn eigen aantekening niet meer. Nee, moet ik even kijken? Nou, twee pijlen. Maar dit gaat even, dit is even, Hou dit, oké. Dat is het boeddhisme. Een fraaie en inzichtelijke metafoor... bij het begrijpen van emotie als woede, is die van de eerste en de tweede pijl. Oh ja, dat vond ik inderdaad. Nou ja, oké, het. Als je partner iets vervelend tegen je zegt, word je geraakt door een eerste pijl. Je voelt een fysieke reactie. Als je hem wel voelt, dat ja, dacht ik als dan wel. Als je hem voelt, zeker. Ja. Dat is wel iets om beter naar te luisteren. Die heeft verder nog geen functie. Of nee, sorry, die eerste pijl heeft nog een functie. Je wordt bewust van het feit dat je geraakt bent en dat je iets moet doen om je emotie weer de baas te worden. En dan word je geraakt door de tweede pijl. En die, ja, dat, dan ga je. Dan doe je het zelf. Hè? Dan ja, ben je dat... zelf gedachten aan het genereren die je op zich niet hoeft te genereren. Nee. De, dus dan dat dan is een beetje de klassieker, ja. hoe ga je om met de situatie? Dat is eigenlijk de tweede pijl. De, de, ja, ja. ja, precies. En dat, dat een hoop van die negatieve emoties, die doe je voor een deel ook jezelf aan. Hè? Ik bedoel, je, je maakt het veel erger dan, dan wat noodzakelijk is. Door er maar over te blijven dubben. Ja. Ja. Dat is uh, nou, goed om weer eens te realiseren. Het, is ook weer het lijkt ook weer op de stoïcijn. In ja. die tijd waar, zag je op verschillende plekken in de wereld... hadden mensen vergelijkbare ideeën. Uh, leef niet alsof het je laatste dag is. Nee, nou ja, dat, dat, is zo n, zo n, dat is een beetje zo'n wijsheid die een beetje onzinnig is. Als je dat zou doen, dan, dan, dan zouden wij hier met een paar hele dure whiskies zitten... Ja, dat kun je elke dag doen en dan op een gegeven moment ben je dood. He, dus je moet, ja. je, moet niet leven als, je moet niet elke dag leven alsof het je laatst is. Ik denk wel, er zijn een aantal dingen die goed zijn. Dat je, dat je, dat je open probeert te blijven voor wat je meemaakt. en Dat, je, he, dat soort dingen zijn goed, maar, niet, je, maar, maar als je echt zou zeggen... dit is mijn laatste dag, als je dat letterlijk zou nemen... ja, dan... Mensen zouden het raar Als jij nog 24 uur zou hebben, wat zou je dan doen? Nee, ja, ik weet het ook niet. Uh, maar ik, ik denk dat ik vrij extreme dingen zou gaan doen. Ja. Maar nou laat ik het zo zeggen: misschien is dat een andere vertaling dan uh, Leef niet alsof je laatste dag is. Maar ik vind het wel fijn om te leven met de gedachte dat het zomaar afgelopen kan zijn. Dat is heel erg wat, ja. ik, wat ik ook geleerd heb. Uh, dat ja. had ik al een beetje die instelling. Want ik zei vroeger als kind, ik weet ook niet waarom, uh, ik word maar 28. Ik, toen was het was meer rock'n'roll geweest als ik 27 had gezegd, maar uh, ja. dan was ik... Maar, ja, dan en je da binnen de traditie. Ja, binnen ja. de traditie. Maar, maar ik had 28 bedacht. Ik merkte dat mensen daar een beetje boos over worden, dus vond ik het nog leuker om te zeggen. En op een gegeven moment was ik 28. Dacht ik wel even shit. Ja. Maar ook dus weer niet. Dus ik lees al zo, en ik moet eerlijk zeggen dat het overlijden van mijn uh, uh, zus en mijn vader... dat alleen maar meer bekrachtigde. En dus helemaal niet zo desperate, oké, okay, we gaan nog even... Uh, Los, maar wel zo van: oké, okay, als ik, ik wil, wel gewoon zo kunnen leven. Ik wil echt niet te veel nou ja, je. Jij liet de term bucketlist vallen. Ja. Ik geloof daar helemaal niet in. Want dan, nee, ik wil dan, niet. dan, ik wil gewoon straks onder die bus kunnen lopen. En denken, ja, ja, jammer. Ja, dat, nou, dat heb ik ook heel sterk. Ik heb dat ook wel gemerkt in de, in de pandemie. Dat mensen, zulke voor mij uh, vreemde uh, argumenten gebruiken. Voor, voor, voor bijvoorbeeld, als, als mensen dan zeggen: nou ja, maar zo'n zo vaccin. Uh, is onveilig en dan zeg je wat is nou het ergste wat je kunt overkomen ja dat je op latere leeftijd toch bijwerking krijgt ja en dan en denk jij dat je de dood kunt ontlopen? Ja. iedereen gaat een keer dood ja. hoor. en uh, nou is moet ik misschien voor mij makkelijker omdat ik zoveel reizen reis in mijn hele leven al dat ik al eens buiten de reet krijg om weer een of andere gekke ziekte af te weren maar dat dat ben ik helemaal met je eens je moet eigenlijk is simpel: je moet niet bang zijn voor de dood je moet gewoon jouw je jou, je moet jouw leven zo goed mogelijk leiden en op een gegeven moment is het afgelopen. En als je, ja. gelukkig, als je geluk hebt, dan is dat op je 88 Terwijl je cortex het nog heel goed doet. En overlijdt je in je slaap. En als je pech hebt, dan, dan heb je morgen. Een, een, weet ik. Een, een tumor op je alvleesklier En dan heb je nog drie weken. Ja. ja. En, en dat, is, dat is heel erg. Maar dat, je, moet daar niet, je moet je daar niet heel erg door laten leiden. Nee, nog zo. even één keer die Epicurus. Je wist hem het mooi het nog Ja, zolang, de, zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood er helemaal is, ben jij er niet meer. Nee. Dus nou ja, het, je bent niet bang voor de dood. Nee, ik, ik, kan, ik kan me wel. Als je natuurlijk een pijnlijke dood sterft, die pijn Tuurlijk. zou ik ja, bang voor zijn, ja, ja. hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik ben niet. Uh, nee, ik, la, ik laat me daar verder niet door leiden. Maar wat denk je dat er gebeurt? En dit is filosoferen natuurlijk, want we ja. weten het niet? Ja, ik, ik, ik denk dat ik, ik denk gewoon dat, dat, uh, dat uh, de subjectieve ervaringen, bewustzijn, dat dat ook. Uh, veroorzaakt wordt door processen in het brein en die krijgen geen bloed en zuurstof meer en is het afgelopen. Ik denk dat je, de, voor mij, voor mijn gevoel is de dood vergelijkbaar met een hele diepe slaap. Het is gewoon een einde. Het is dus ook niet eng. Nee. Je bent gewoon weg. Maar dan is ook, uh, zeg maar, de onderkant van de ijsschots is ook weg. Ja. Ja, want het zit ook in je brein. Ja. 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 Maar wat, uh, ja, ik vind, het, en, maar wat heeft het dan voor zin allemaal? Nou, dat, dat is natuurlijk ook al een hele oude filosofie. De zin van het leven moet je wel zelf maken, ja, want dat, dat, krijg je, dat, krijg je, dat krijg je er niet bij. Nee, nee dat geloof ik niet. Nee, nee het zou, ik, denk, ik kan me best voorstellen voor, voor, voor veel mensen dat, dat het, 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 het geloof in een hiernamaals, dat dat heel mooi en troostend is, maar... Ja, ze noemen het niet voor niks een geloof. Ik heb het niet. Nee. Ik kan dat ook niet opwekken of zo, omdat het nou helemaal wel, wel fijn is. Nee. nee, maar ik bedoel, als je iets niet gelooft, dan geloof je dat ook. Wat bedoel je? Nou, dat is altijd zo met geloof. Ja, ja, je, hebt ja het je bedoelt, dit is ook een geloof. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat, dat, dat is gestoeld in wetenschap. En dat is voor mij de manier om, om fundamentele kennis te verzamelen. Maar wetenschap is inderdaad nooit klaar. wil je hebt gelijk in de zin dat... Uh, dat, dat ik het. Ik zal niet zeggen dat ik het 100% zeker weet. Nee, nee, zeker niet. Maar t, ik weet het wel voldoende om te zeggen: ik kan dat niet kunstmatig veranderen. Nee. Alleen omdat het er nee. beter nee. uit zou komen. Nee. Ja. Dat, dat zie je wel, hè? Mensen die bijvoorbeeld gelovig worden opgevoed, dan een hele tijd. Soms decennia lang zijn ze dat kwijt en dan nadert hun einde. en dan gaan ze toch weer een beetje geloven. Ja, ja, ja. dat is, is prima. Dat lijkt me heel. en dat heeft dan vooral natuurlijk te maken met het hier, Ja, en ook wel een beetje waarschijnlijk Geef toch. Geen troost. Ja, exact. Ja, en. en. Uh, en. en uh, ja, nee, dat, dat. nee, dat zie ik bij mezelf niet gebeuren. Ik denk dat het gewoon klaar is dan. En heb je nog uh, ambities? Heb je nog echt. want uh, ja. Los van een boek over gemoedsrust, wat ik zelf heel graag ook van je nog steeds zou willen. Um, nee, maar dat is geen ambitie blijkbaar. Ja, nee, ik. ik, ik, um... ik Doe het volgende boek, idee, want zoals jij boeken leest, schrijf je ook boeken? Eh, of is dat wel echt focus op één ding? Uh, nee, ik ben, ik ben altijd wel. Ik ben altijd, ik ben altijd aan het schrijven en als het ene boek min of meer af is, dan werk ik aan een ander boek. Ik heb, ik heb nogal een, uh, een, een, een vreemde familiegeschiedenis. Mijn vader is vermoord. Dat was al heel lang geleden, was ik drie. En, uh, en later hoorde ik van mijn moeder, die inmiddels ook al meer dan twintig jaar uh, dood is, dat het eigenlijk weer niet mijn biologische vader was. Het is allemaal erg ingewikkeld en er zijn een aantal dingen die ik ook niet eens weet. En uh, ik ben dat nu aan het reconstrueren, maar dan in een soort romanvorm. Daar ben ik nou mee bezig. Uh, ik heb daar heel lang ook wel tegen aangehikt, ik vond dat wel, ik vind dat een moeilijk proces. Mm -hmm. uh, maar, maar je zou kunnen zeggen, voor zover ik duidelijk ambities heb in het professionele, ik wil gewoon nog een paar goede boeken ja, ik. Dat, En, ja. en ik, ik vind het, ik, wat ik zelf leuk vind is om mezelf niet te herhalen, dus ik, ik doe allerlei verschillende genres. En, dan, uh, en bij elk boek probeer ik. Ik vind wel, ik moet wel zeggen, ik vind mijn, mijn, dat klinkt altijd een beetje gek. Maar ik vind mijn inspiratieboek, dat, het inspiratieboek is mijn tiende boek. Ik vind het zelf wel het beste wat ik tot nu toe ja, heb gedaan. Dat maar is lekker. Ik hou ik ook vind van, ik van, van artiesten die anderen dat moeten schrijven. Nee, zeggen. nee, tuurlijk. Maar nog even, ik ben gewoon nieuwsgierig Rappen. Maar ja. betekent dat dat er ook nog een stemmetje in je zit? Dat denkt dat misschien je echte vader nog ergens hier is? Ja, dat zou goed kunnen. Maar, dat, maar het, dat, dat, uh, ik, zie, ik zie dat. Ja, het is echt een wat ingewikkeld verhaal, om dat even snel. Oh, okay. Maar, maar de, de, m, mijn vader, van wie ik later hoorde dat hij niet mijn biologische vader was, die beschouw ik als mijn echte vader, want die Terwijl. was er een aantal jaren voor me. Uh, maar, en, en mijn biologische vader, ja, dat, is, dat is een beetje gek, maar dat is iemand die, uh, ja, die vanaf een bepaald moment kennelijk geen belangstelling meer had. Uh, maar de, of die er nog is, of, dat, ik heb geen idee, maar dat zou zomaar kunnen. Dan zou die denk ik 85 zijn of zo. Ja. Kan wel, jezus. Ja. Ja, dat is weer een heel ander verhaal, ja. dat is een heel ander boek, maar... Ja, ik heb er wel lang over gedaan hoor, omdat allemaal omdat het allemaal uh... omdat je natuurlijk ook dan juist dan met familie over moet praten en Ja, ook dat 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 valt nog wel mee, maar het is het is ook wel trouwens, maar het is het is vooral dat je ik heb ik heb in mijn moeder's in, in mijn toen mijn moeder overleed heb ik in haar huis een trommel, dat is een grote trommel gevonden met blikken trommel, mm -hmm. blikken trommel Gunterkrast. Er dat ja. allemaal paparazzen in en dat dat vond ik toen meteen, maar toen was ik natuurlijk heel verdrietig. Want mijn moeder was net dood. En toen zag ik allemaal dingen. Nee, dat wil ik allemaal nog niet weten. Het punt is, als je je eigen verleden, uh, als, je, als je heel veel dingen niet weet. en je gaat dat, je weet dat in één keer wel. je weet steeds meer. je gaat van alles reconstrueren. zorgt dat voor een gigantische. Uh, ja, het tegenovergestelde van gemoedsrust. Het is een chaos ja. in je hoofd. Ja. Ik heb dat juist als kind wel meegemaakt. Omdat er, omdat er eigenlijk elke keer dingen, omdat ik elke keer weer nieuwe dingen van mijn moeder hoorde. Dus eerst was mijn vader overleden omdat hij ziek was, en toen later was hij vermoord. En, en toen was hij toch eigenlijk niet meer van. en die. die um, en op een gegeven moment denk ik dat ik toch, toch een soort soort uh, beschermingslaag om mezelf heen ja, heb gecreëerd. Uh, en dat is en, 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 ja, om, om niet meer elke keer in de war gestuurd te worden. En dat is denk ik wel heel goed gelukt. En, uh, en, en pas een paar jaar geleden, ongeveer drie jaar geleden, dacht ik, nee, ik moet nou toch een keer dat. het uh, nu, nu ben ik sterk genoeg en, ja. en, uh, om dat allemaal te kunnen doen. En, uh, ja, dus nou, het... dan zijn we echt terug bij de allereerste vraag eigenlijk. Namelijk heeft kennis je gelukkig gemaakt? En toen was het was niet dat ik deze kennis natuurlijk had. Maar we, ja, de tijd zal blijken of je door die kennis. Uh, ja, ik denk wel dat je er gelooft. Ik denk, het ook, wel. Ja. Ik denk het ook wel. Maar je moet, dat, je moet dat soort dingen wel doen. Als je er klaar voor ja. bent. Ja, dat klinkt dat een beetje. Dat snap ik heel en, erg. Ja. En, en, en dat, en, nou ja, en dat, is wel, dat past wel in het verhaal. Wanneer ben je er klaar voor? Ja, als, als al die onbewuste processen daar op een gegeven moment dat allemaal verwerkt hebben en, en tegen je zeggen van in soort soort intuïtieve beslissing van ja. nu begin er nu maar aan nu kan het allemaal wel ja zo en dat kun je niet dat kun je niet zelf versnellen nee. dat, 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 ja. oké okay, laat ik nog één vraag stellen die ik zeker aan jou had moeten stellen en dus nu ook nog kan doen kan je je intuïtie trainen zo ja hoe nou ik ik, ik denk dat je twee dingen kunt doen het ene is dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt om te zorgen dat intuïtie uh, dat je intuïtie uh, op, op, ja, op, op zo goed mogelijke informatie gebaseerd is. Dat klinkt een beetje... beetje maar ja, maar als, je, als je in het proces zit van het kopen van een nieuw huis bijvoorbeeld... Ja. Ja, ga, dat allemaal, uh, ga zoveel mogelijk informatie verzamelen. Ook weer voed het en laat ja. het proces... Uh, ja, de, ja, precies. Okay. Ja. En het tweede is dat je, er, dat je er ook steeds meer op moet durven vertrouwen. Ja. ja het is ook, intuïtie is ook, is ook iets wat je moet vertrouwen. En als het dan goed gaat, is het een keer daarna uh, makkelijker. Nou ja, en wat misschien ook nog, dat heb ik ook wel geleerd van al die biografieën en ik heb er zelf ook wel onderzoek naar gedaan. Het leuke is, naarmate je beter weet wat je wilt uh, met je leven en dat geldt zowel professioneel, maar ook privé. Werkt je intuïtie beter? En dat is, dat is logisch. Je intuïtie is eigenlijk een, een, een samenvatting van allerlei onbewuste processen die tegen jou zeggen: nu moet je linksaf of nu moet je rechtsaf. Dat kan die intuïtie alleen doen als jij überhaupt gewoon goed weet wat je wil. Ja. Hè? En dat, dat is mij ook wel opgevallen. Dat zie je ook in interviews. Mensen die, vaak veel mensen die veel bereiken, zijn mensen die uh, alle eigenlijk. Heel veel belangrijke beslissingen puur op intuïtie nemen. Die weten gewoon wat ze willen. Ja. En, en jij zegt dus eigenlijk, het is een beetje flauw, maar dat is vaak zo met dit soort dingen. Hoe train je intuïtie door er meer naar te luisteren? En door dat dus ook sterker te ja, laten worden. Ja, ja door het door door ernaar te luisteren, door het sterker te laten worden. En ook vooral door heel, als je duidelijke ambities hebt, dan weet jouw intuïtie ook veel beter wat het moet doen. Het is heel right. simpel. Als, als jouw belangrijkste doel zou zijn, bijvoorbeeld om volgend jaar uh, een, 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 een berg van 8000 meter in de Himalaya te beklimmen, en da daar, daar, daar wil je alles voor op vind fit, het allerbelangrijkste, dan heb je een heleboel beslissingen die. Je intuïtie met gemak voor je kan nemen. Je ja, weet wat je wil. Dan weet je, dat je uh, wat je wel en niet moet doen. Ja. 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 En dat, dat valt mij op bij, bij veel mensen die, um, ja, die, die in de ogen van anderen, laat ik het maar zo zeggen, succesvol ja, zijn. Ja. Die veel bereiken. Ja. En tegenovergestelde ook. Hè, mensen die, die zie je natuurlijk ook wel. Uh, mensen die elke twee jaar toch weer wat anders gaan doen. Uh, en, en een beetje tobben. En dat zijn niet alleen mensen die. Uh, in, in die periode, in ieder geval, niet zoveel bereiken. Het zijn over het algemeen ook mensen die hun goede besli belangrijke beslissingen niet op intuïtie kunnen nemen. Die moeten overal over nadenken. Ab, ik ben blij dat er een tweede keer komt. Uh, dan zal ik ook de laatste vraag stellen die ik eigenlijk altijd stel. Maar ik denk, ja, nee, ik zie jou over een paar maanden weer als inspiratie uit is. Heel erg dank voor jouw bijdrage aan dit. Uh, ja, aan het leven, echt. Dank je ja. Ja. Ja, wel. Ja. Niet aan de podcast, aan het leven. Ja. ja, nee, maar echt. Ja. Nee, ja, want dit, dit, dit is slechts een, een, een. Ja, nou ja. Ik, ik denk dat mensen nog. Ik bedoel, het slimme, onbewuste mensen lezen het nog. wordt nog tot op de dag van vandaag verkocht. Ja, het weer. wordt nog elk jaar een paar duizend verkocht. Ja, natuurlijk. Het is, het is een soort vreemde evergreen. Ja, maar het dat ook is niet, het. Uh, ja. ja. Uh, ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Ook van jouw boeken, natuurlijk. Dat is koekeroep.nl. Slash app. En app is met een A en een P. Dus een app zonder dubbelp. Nou ja, het slaat. Ja. koekeroep.nl/slash app. Daar vind je alles. Kan je het ook zien op het moment dat je dit alleen luistert? Uh, als je dit ziet, dan kan je een reactie onderlaten bij YouTube. En als je het luistert, dan kan je niet echt een reactie achterlaten. Dat vind ik ook jammer. Maar nou, trouwens wel, bij iTunes kan je geloof ik een recensie doen. En bij Spotify kan je sterren geven. Dus zie dat als een reactie. Uh, doe dat vooral. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.